Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze oriënterende ronde op 14 januari. De eerste raadsvergadering, of de eerste O-ronde moet ik zeggen, van dit nieuwe jaar. We beginnen uiteraard met agenda punt 1, opening en mededelingen. De vergadering is hierbij geopend. Zijn er mededelingen? Geen mededelingen. Dan zijn we bij agenda punt 2, dat is de vaststelling van de agenda. Kan de agenda op deze manier worden vastgesteld of heeft u daar wijzigingen op? Agenda ongewijzigd vastgesteld, mooi. Punt 3 is het spreekrecht. Er hebben zich voor vanavond 4 insprekers gemeld. Ik noem ze even in de volgorde van aanmelding en dus ook in de volgorde waarin ze zullen inspreken. Ik zal, als u aan de beurt bent, uw naam noemen en dan mag u naar het spreekgestoelte lopen. Als het goed is, heeft de Griffie u geïnformeerd over de lengte van de spreektijd en dat u daarna nog even mag blijven staan voor het geval er vragen zijn vanuit de raad. De eerste inspreker is mevrouw Penninghoff en die komt inspreken over agenda punt 6. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor legalisatie van de motorzaak. In een voormalig boerderijdeel behorend bij een burgerwoning in de Krim. De tweede inspreker is meneer Vos. Dat gaat niet over een agendapunt, maar dat gaat over formatie van multidisciplinaire crisisteams. De derde inspreker is meneer Stroot en die spreekt in over agendapunt 5, beleidsnotitie erven met kwaliteit. En ook de vierde inspreker, meneer Oldehinkel, spreekt over dat agendapunt in en dat doet hij namens Stichting Vitaal Platteland Hardenberg en ik meen ook begrepen te hebben namens LTO. Dan wil ik beginnen bij mevrouw Penninghoff. December 2015 zijn we komen wonen op Koevoordeweg 119. Dat er naast ons een illegale motorzaak in een woonboerderij zat op een woonbestemming, was aan de buitenkant niet te zien. Dat het een motorzaak betrof met hoofdzakelijk zware Harley-Davidson motoren, daar kwamen wij snel achter. De woonboerderij heeft een groot bedrijfsgedeelte waar het woongedeelte aan ondergeschikt is. Het woongedeelte bevindt zich aan de zijkant van de boerderij. En aan de voorzijde zit de ingang met showroom wat doorloopt via de koffiebar naar het werkgedeelte. De deuren aan de voorzijde staan met goed weer regelmatig open en aan de achterzijde staan ze bijna altijd open, waardoor het geluid ongehinderd naar buiten kan en wij regelmatig geconfronteerd worden met uitlaatgassen of het geluid van een testbank, motoren of machines. Aan de achterzijde zit een grote overkapping. Deze wordt gebruikt voor het stallen en werken aan motorfietsen en auto's voor het spuiten en van onderdelen. Uitlaatgassen en spuidampen komen zo ongefilterd in de lucht en wij zitten daardoor regelmatig in de stank. In de ruimtelijke onderbouwing wordt een onrechte uitgegaan van alleen bedrijvigheid in het gebouw, terwijl er buiten ook bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Ook wordt er geen rekening gehouden met het feit dat omwonenden niet alleen binnen, maar ook buiten zijn. Ons woongenot wordt door de bedrijfsactiviteiten ernstig aangetast. Het fietspad voor ons huis wordt als testbaan gebruikt om motoren die in reparatie zijn te testen. Er wordt naar de verlengde kerkdijk in en weer gereden. En bij het testen gebeurt dit soms meerdere keren op een dag, ja zelfs meerdere keren in een uur. Ook bezoekers maken zich schuldig door met hun motoren over het fietspad af en aan te rijden en de politie heeft de eigenaar hier een aantal keren over aangesproken. De motorzaak is er niet alleen voor de verkoop en reparatie van motoren. Er komen ook motorliefhebbers op bezoek. Voor en achter de woonboerderij worden motoren bekeken en beluisterd. En voor de liefhebber misschien fantastisch, maar voor de oren van de omwonenden een beproeving. Het aanrijden gaat soms met vele lawaai gepaard om over het wegrijden maar niet te spreken. Het is bekend dat de meeste Harleys niet aan de geluidsnormen voldoen. Het geeft enorm veel geluidshinder en dat niet zo nu en dan, maar bijna iedere dag, waarbij de zomermaanden een piek vormen. In het akoestisch onderzoek is niet duidelijk met welke motor er is getest en ook gaat men uit van lichte motoren. Van lichte motoren is hier geen sprake. De eigenaar van deze illegale motorzaak wordt voor deze illegaliteit beloond.
Ten eerste doordat de gemeente Hardenberg tegen deze illegaliteit niet handhavend optreedt. Ten tweede door aan legalisatie mee te werken. Ten behoeve van de beveiliging van het bedrijf zijn er twee boerboels wat hoogrisicohonden zijn en zeer hinderlijk gedrag vertonen. Er zijn klachten ingediend van ernstige overlast, maar volgens een ambtenaar van de gemeente kan daar niet op gehandhaafd worden. Voor de eigenaar een vrijbrief om het hier en daar niet zo nauw te nemen met de regels waarbij met medeweten van de gemeente wij in een onmogelijke positie worden gebracht. Op Koevoordeweg 121 staan bij de Kamer van Koophandel nog twee activiteiten ingeschreven. Textielsupermarkten en handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Het kan toch niet zo zijn dat er op één kavel een illegaal motor- en autobedrijf actief is. Vanaf de zomer van 2017 hebben wij contact gehad met ambtenaren van de gemeente Hardenberg. Dat is veel praten, schrijven en wachten. Wij hopen dat dit na 28 januari niet opnieuw nodig zal zijn. Dank u wel, mevrouw Penninghoff. Zijn er vragen voor mevrouw Penninghoff? Meneer Rodermond. Meneer Gelling. En meneer Odink. Meneer Rodermond, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel, mevrouw Penninghoff. U stelt dat u, nou ja, ik begrijp het ook wel, veel overlast heeft van de bedrijfsactiviteiten van uw buren. U noemt het zelfs een beproeving. Heeft u hier ook overleg over gehad met de eigenaar van dit betreffende pand? Heeft u aangegeven hoeveel last u heeft van geluid en andere vormen van hinder? We hebben het proberen aan te geven, maar inhoudelijk is een gesprek hierover niet mogelijk. Nee, oké. Okay. Voorzitter, als u mij toestaat nog één vraag. U spreekt, als ik het goed begrijp, uit persoonlijke titel. Maar weet u bijvoorbeeld dat er ook nog eventueel andere buren zijn die deze hinder ook ervaren die nu niet komen in te spreken? Bijvoorbeeld, heeft u een beeld bij andere geluiden uit de buurt? Ik ben bij de buren aan de andere kant van de eigenaar geweest, maar die wil met de zaak niets mee te maken. En van andere omwonenden is mij niet bekend. Dank u wel. Meneer Wiet. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag aanvullend op wat meneer Rodebom zei. U geeft aan dat een gesprek niet mogelijk was. Kunt u ook aangeven waarom een gesprek niet mogelijk was? Het is vervelend om te moeten zeggen, maar de eigenaar wordt agressief, intimiderend, bedreigend en gewelddadig. Heeft u daar ook iets mee gedaan? Heeft u een klacht ingediend? Heeft u daar aangifte? Staat iets geregistreerd? Is bij de gemeente bekend, is bij politie bekend. Is hier ook in de gemeente bij een aantal raadsleden. Oké, okay. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Penninghoff, dank voor uw inspreken. Duidelijk verhaal. Eén vraagje toch, want ik zie in de stukken dat de motorzaak er al vanaf 29 jaar zit ondertussen. Vraag 1 is hoe lang u ernaast woont. En ik heb begrepen van u dat u bij de gemeente een paar keer geweest bent om op te klagen of om te vragen om handhaving. Maar het is me niet helemaal duidelijk wat u precies gevraagd heeft. Kunt u nog eens kort schetsen wat u bij de gemeente precies gedaan heeft en wat er op de reactie was? Wij wonen er sinds 2015 en toen bekend werd dat voor deze bedrijfsactiviteiten geen vergunning was, is er handhaving gevraagd eigenlijk op de illegaliteit. Mag ik nog even, voorzitter, dus u hebt specifiek gevraagd om handhaving bij de gemeente ter zake de situatie die naast u voordoet? Oké, dank u wel. Meneer Odink. Ja, even als vervolg daarop. Betekent dat vanaf 2015 hè, en het feit dat u zegt dat u om handhaving heeft gevraagd en dat u diverse gesprekken heeft gevoerd, het feit dat niks gebeurd is. Is dat uw beleving? Dat is onze beleving, ja. Ja, dan met de overige vragen die gesteld zijn, zeg maar, en ook de reactie van u daarop, weer voldoende. Dank u wel voor uw inspraak. Dan dank ik u ook hartelijk en... Dank u wel, mevrouw Penninghoff.
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Meneer Bakhuis? Ja, is dat vraag voor mevrouw Penninghoff? Ja. Ja. Als mevrouw Penninghoff dat goed vindt? Jazeker. Mevrouw Penninghoff, u had het over de buren, de andere buren die je weinig mee te maken wilde hebben. Ja. Kunt u schetsen waarom dat zo is? Nee, dat is mij niet duidelijk geworden. Er is geen antwoord op gekomen. Meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. U gaf aan van u woont er vanaf 2015. U was op dat moment niet op de hoogte dat er een motorzaak naast u staat. Nee. Maar er staat al. Ik kan me niet anders herinneren dat er jaar en dag daar al een bord aan de weg staat dat er een motorzaak zit. Ja. Dus dan had u toch kunnen weten dat er een motorzaak aanwezig was daar. Is dat een goede conclusie van mijnerzijds? Ik kan me misschien voorstellen dat u dat in gedachten hebt. Het bord dat straalt niet direct uit dat een motorzaak is. En er komt nog bij, dan moet je alle borden die langs de weg zijn, zou je dan eens even na moeten gaan kijken wat steekt daarachter. Je mag op zijn minst verwachten dat je aan de buitenkant van de motorzaak dan ook iets ziet. Dus het is ons niet direct opgevallen in combinatie tot de woonboerderij. Ja, volgens mij staat het bord in de berm daar, maar dat is even een kleinigheid. Dank u wel, meneer Van den Bergen. Dank u wel, mevrouw Penninghoff. Ik heb nogmaals. Een laatste vraag. Vooruit dan, meneer Wiet. Ja. Oké, laatste vraag. Even tijd voor duidelijking. U geeft aan dat u de klachten heeft ingediend bij de gemeente. Heeft u dat mondeling gedaan of heeft u dat ook schriftelijk gedaan? De klachten indienen. Dat is schriftelijk gedaan en het is ook door nog een advocaat gedaan. Okay. Dankjewel, dat was. Meneer Vos. Dank u, voorzitter. Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden. Aanleiding voor dit inspreken is een gepubliceerd geval van hoe op kerstavond door de vrouwengevangenis een ex-gedetineerde uit de auto werd gezet en afgeleverd werd bij een lokale bed and breakfast. Bij onderzoek bleek dat de vrouwengevangenis omhoog zat met een gedetineerde die op vrije voeten zou moeten komen, maar waarvoor niet de juiste middelen beschikbaar gesteld konden worden door de gemeente. Andere gemeente dan Hardenberg. Belangrijkste redenen voor het onvermogen van de gevangenis om de gedetineerde te plaatsen was het gebrek aan middelen van de betreffende gemeente. Hierdoor moest de ex-gedetineerde toch op vrije voeten gesteld worden, zonder dat was voldaan aan de eisen van de wet. Deze zaak is uitgebreid in de media geweest, zowel in de Stentor als ook TV Oost. Vele burgers hebben hierover hun afschuw geuit van hoe de overheid hiermee omging. Ik wil niet alleen kritiek leveren over hoe de overheid is omgegaan in deze zaak, maar ook een oplossing aandragen. Als gemeenten niet over de middelen beschikken om de wet en regelgeving in te vullen, kunnen ze vaak onwettige oplossingen proberen te vinden. De Raad van State heeft in meerdere gevallen echter een uitspraak gedaan dat de wet uitgevoerd moet worden en dat de gemeente moet voorzien in het wetsartikel. Zowel de rechterlijke macht en ook de burger eist dit van de overheid, ook dus van de gemeente. De gemeente moet voorzien in middelen, hoe dan ook. U bent de overheid, omdat u betaald wordt door de overheid. U en de ambtenaren van de gemeente hebben de mogelijkheid om voorzieningen te treffen voor mensen die plotseling op straat komen te staan. Denk aan huiselijk geweld, brand, faillissementen, mensen op de vlucht en andere aanleidingen waardoor mensen plotseling ontredderd in de gemeente achtergelaten worden. Sommige gemeenten, zoals Hardenberg, hebben samendoenteams die effectief kunnen zijn. Maar ook hier ontbreekt het aan het vermogen om acuut in te springen. Hardenberg heeft een crisisteam nodig die 24/7 paraat staat om problemen op te lossen, zonder de belastende regelgeving te hoeven volgen. Als mensen in gevaar zijn, als mensen ziek worden,
dakloos worden, ontredderd zijn, geen eten hebben of in de schulden zitten, moet er acuut hulp geboden worden. In het crisisteam moeten verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn en hulp eerst aangeboden worden en daarna de regelgeving toegepast worden. In dit crisisteam moeten de politiek, de zorg, de politie, de brandweer, justitie, de kerken, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk werk, de voedselbank, de WMO en de volkshuisvesting vertegenwoordigd zijn. Deze moeten actief met elkaar overleggen. Er moet ten alle tijde opvang en zorg geregeld kunnen worden en een plaats zijn waar iemand heen kan vluchten. Nadat iemand is opgevangen, moet het crisisteam overleggen welke stappen ondernomen moeten worden en ervoor zorgen dat de persoon in nood wordt bijgestaan totdat permanente oplossingen zijn gevonden in lijn met de wetgeving. Nu ontbreekt het nog in de mogelijkheid om acuut in te springen. Als een dergelijk crisisteam actief was geweest in het gepubliceerde geval, dan had de ex-gedetineerde niet ondergebracht hoeven worden in een bed and breakfast. Niet alleen Hardenberg heeft geen crisisteams, maar de meeste gemeenten hebben geen crisisteams. Amsterdam schijnt er wel crisisteams te hebben. U kunt hun voorbeeld overnemen. U kunt dan rust waarborgen en de burger het gevoel geven dat er naar de burger wordt omgekeken. Het hele crisisteam zou nooit op vakantie mogen gaan. Wel een deel, maar niet het hele team. Zou nooit beperkt mogen worden in budgetten, zou nooit opgeheven mogen worden en zou rechtstreeks onder de burgemeester moeten komen. Het crisisteam zou nooit bij de burgemeester in de wacht gezet mogen worden. Alleen in het geval van oorlog, natuurrampen en het wegvallen van de overheid hoeft ze niet beschikbaar te zijn. Op deze manier zal de burger weer vertrouwen krijgen in de overheid. U kunt dit regelen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Vos. Zijn er vragen voor meneer Vos? Meneer Rodemond en meneer Stelpstra. Meneer Rodemond, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Meneer Vos, u heeft een helder pleidooi om een crisisteam in het leven te roepen. Dat is een behoorlijk multidisciplinair team, zoals u dat schetst, met verschillende organisaties die daaraan verbonden zouden moeten zijn. Ik ben enigszins in vertwijfeling, omdat ik zelf in de beleving ben dat wij vanuit verschillende organisaties die verbonden zijn aan de gemeente, denk ook aan de politie, GGZ, GGD, maar ook de verzekeraars, die zijn al redelijk goed in staat, lijkt mij, om noodopvang te organiseren, psychische bijstand te verlenen waar dat nodig is en andere bijstand ook waar dat nodig is. Het gaat ook over inzet van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. Waarom moet er bovenop die inzet die we al hebben georganiseerd nog eens een keer een vrij intensief en daarmee ook vrij duur apparaat worden ingesteld om zorg te verlenen? Kunt u mij dat iets explicieter duiden? Ja, dat heeft met een aantal zaken te maken, maar in het kort komt het erop neer. In crisisgevallen werkt het systeem niet. Dat is in het kort. In gewone normale gevallen waarbij geen crisis is, is dit allemaal beschikbaar. En heeft men ook de tijd om het allemaal in te vullen. Wat gebeurt er op het moment dat er een crisis ontstaat, is iedereen kijkt naar elkaar. Is dit niet de verantwoording van hem? Is dit niet de verantwoording van haar? En is iedereen op vakantie? Of is iemand niet in staat om zichzelf te helpen, zoals in het onderhavige geval? Of heeft die persoon een pay-in tegen de overheid en daarom niet coöperatief? Maar blijkt die persoon heel goed te zijn in iedere andere situatie? Er zijn allerlei redenen waarom het in de praktijk niet werkt. Mijn eigen ervaring hiermee is, en ik heb veel in de thuiszorg gezeten. Ik heb veel gewerkt met mensen van overlevenden van Auschwitz.
En ik heb zelf in het team gezeten die ooit het WMO heeft opgezet tussen de thuiszorgorganisaties en de regering. Dus ik heb veel kennis over deze zaak. Al in die tijd heb ik het opgegooid van, wordt het niet een te logge machine die niet in alle situaties uitkomst biedt. Ik heb het nu aan de lijve ervonden en ik heb gezien van, het werkt niet in dit soort situaties. Dat het in veel andere situaties wel werkt, heb ik ook ervaren. Wij zelf krijgen een WMO omdat mijn eigen vrouw heeft WMO-ondersteuning nodig. Heeft goed gewerkt. Het heeft wel veel tijd genomen. En in crisissituaties heb je geen tijd. En daarom moet er eerst geholpen worden en daarna pas gekeken worden, is voldaan aan alle wetsartikelen en is alles ook beschikbaar. En dat laatste, dat alles niet beschikbaar is, heb ik van meerdere kanten ook in het onderhavige geval heb ik gezien. En daarom zeg ik, die crisisteams hoeven vaak niet actief te zijn, maar moeten actief worden als ze wel nodig zijn. Dus daarom moeten ze, als het goed is, hoeven ze nooit iets te doen. Maar we leven niet in de ideale wereld. Daarom moeten ze komen, volgens mij. Duidelijk. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, meneer Vos. Mooi om te zien dat u een hart heeft voor mensen in nood. Dat hebben wij ook als ChristenUnie. Ik denk wel dat uw plan nog enige rijping nodig heeft. De financiering, daar zie ik allemaal al dingen bij dat het vrij kostbaar gaat worden. Ik denk dat het ook efficiënter is om als u zo'n dergelijk idee ontspringt, dat u ons even een mailtje stuurt als raad, zodat wij dan even daarop kunnen reageren. Ik denk dat het handiger is dan hier met elkaar een discussie te gaan voeren over een idee wat in mijn optiek nog niet helemaal voldragen is. Nou, die tip wou ik even meegeven naar aanleiding van uw bijdrage. Nou, gelukkig hebben wij een goede gemeente over het algemeen gesproken. En ik heb ook veel tekenen gezien vanuit de ambtenarij, dat er veel goede mensen tussen zitten die zo'n plan kunnen opzetten, die contact kunnen nemen met Amsterdam bijvoorbeeld, of en andere gemeenten, om aan hun te vragen van, hey, wat zijn jullie ervaringen daarmee? Er zijn veel mogelijkheden om je bij te scholen. En ga spreken met degenen die ervaring hiermee in hebben. Ik heb veel ervaring van een andere kant, maar niet in het, ik zit niet in een ambtelijk systeem. Ik heb niet de connecties. Ik heb wel veel de know-how, maar omdat ik niet deel ben van de politiek of een ambtelijke organisatie, word ik vaak niet serieus genomen. En daarom denk ik dat binnen in de gemeente moet volgens mij de wethouder gaan kijken van wie zou ik daar een team op kunnen zetten van een aantal mensen, waaronder de politiek en waaronder de ambtenaren, die dat zouden kunnen opzetten. Dan zou het in een half jaar opgezet kunnen worden. Ik weet veel over organisaties en ik weet ook dat dit soort dingen, precies zoals u zegt, tijd nodig hebben. Daarom zeg ik het ook nu, want ik weet, ik zal er niets aan hebben. Maar ik zeg het niet omdat ik verwacht dat ik er iets aan zal hebben. Ik kan goed voor mezelf zorgen en ik kan ook goed voor de problemen zorgen die ik tegenkom. Maar ik dacht van, laat dit nou de laatste keer zijn dat zoiets gebeurt in Hardenberg. En ik weet dat Hardenberg heeft, en ik weet ook de ChristenUnie heeft een hart voor mensen. En dan zou ik zeggen van, als er tenminste een paar personen bij de politiek zijn, of een paar politieke partijen die zouden zeggen van, ja, hier moeten we wat mee, dan zou het gebeuren. Als iedereen zegt van, laat die anderen het maar doen, dan gebeurt het niet. Misschien iemand bij de burgemeester of wethouders, dat daar iemand zit en dat hij zegt van, dit is mijn pakje aan. Het is een duidelijk verhaal, meneer Vos. We hebben nog een vragensteller, dat is meneer Schuurman. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik vind het alleen jammer dat het idee wordt gewekt door meneer de Vos.
dat het een inwoner van Hardenberg was. Maar dat is absoluut niet het geval. Nee. Ik mag geen details geven, die opdracht heb ik gekregen van de Griffie. Nou, je hebt dus wel in ieder geval detail gegeven in de Stentor, waar ze wegkwam. Maar goed, daar gaan we hier nu niet de discussie over aan. Duidelijk punt. Dank u wel voor uw duidelijke inspraak, meneer Vos, en de beantwoording van de vragen. Dan wil ik meneer Stroot vragen om achter de spreekgestoel te plaats te nemen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben Gerard Stroot van de Broekdijk te Bruchterveld. Ik wil het gaan hebben over agenda punt 5. Geachte raadsleden, geachte college en verdere aanwezigen. Samen met mijn vrouw heb ik een pluimveebedrijf, waarvan de bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn gestopt. Op onze vraag, wat doen we met onze asbesthoudende stallen, zijn we tot de conclusie gekomen dat het erven met kwaliteitsbeleid hiervoor goede oplossingen biedt. Goed voor de boer, maar ook goed voor de omgeving. Want het voorkomt verloedering van het platteland. Er is echter voor ons één grote zorg, en dat is het delen van één gezamenlijke inrit naar de woningen. Als je gaat googlen op gezamenlijke inrit, is het eerste wat je tegenkomt een leger aan advocaten dat je bij wil staan bij eventuele conflicten met je buren. Het argument van de gemeente om één inrit te maken is dat het een goede ruimtelijke kwaliteit waarborgt. Ik zie niet in waarom een inrit meer of minder de ruimtelijke kwaliteit zou schaden. Ruimtelijke kwaliteit is trouwens een abstract begrip wat sterk afhankelijk is van persoonlijke voorkeur. In ons geval, aan de Broekdijk 81 te Bruchterveld, liggen er zelfs al twee inritten. Gebruikt als schone en vuile weg. Eén naar de bestaande woning en één naar de stallen. Hier is dus al sprake van goede ruimtelijke kwaliteit. Het perceel leent zich goed voor twee inritten. De één erfgedachte die ten grondslag ligt aan het erven met kwaliteitsbeleid is inderdaad een goed middel om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Maar kan mijns inziens ook op een andere manier worden toegepast. Bijvoorbeeld door middel van een type huis dat goed past bij de bestaande woning en een tuinerf die in elkaar overloopt met een verbindingstuk. Dit alles heeft natuurlijk ook te maken met persoonlijke voorkeur. Wat de een mooi vindt, vindt de ander juist niet mooi. Dan is er nog een aspect dat ik wil benadrukken en dat is privacy. Onze overheid heeft de mond vol over privacy, wat ook een goede zaak is, maar verlangt tegelijkertijd van mensen dat ze een stuk privacy opgeven door met elkaar over één inrit naar huis te gaan. Dit staat haaks op elkaar. Mijn vraag aan jullie raadsleden is dan ook: willen jullie nog een keer goed kijken naar het erven met kwaliteitsbeleid en dan met name naar de mogelijkheid om ten alle tijde twee gescheiden inritten te maken? Tevens vraag ik u om deze mogelijkheid ook duidelijk te beschrijven in de beleidsnotitie, zodat er binnen de één erfgedachte voor iedere woning altijd een eigen ontsluiting naar de openbare weg is. Samen over één inrit levert geen enkel voordeel op, maar kan wel heel veel narigheid geven. Ruimtelijke kwaliteit waarborgen is natuurlijk belangrijk, maar een goede verstandhouding met je buren waarborgen is veel belangrijker. En daar kan een gescheiden inrit alles aan bijdragen. Ik vind dan ook dat op dit punt de gemeente een zorgplicht heeft naar de burger om conflicten tussen buren te voorkomen. Dank u wel, meneer Stroot. Zijn er vragen voor meneer Stroot, meneer Odink, mevrouw Kelder en meneer Jonkhans? Meneer Jonkhans, ga uw gang. Ja, dank u wel. Ik begrijp uw betoog en het is ook duidelijk. Alleen wat ik mis in uw betoog is de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die daar wonen. En daar hoor ik u eigenlijk helemaal niet. U schetst een beeld van eigenlijk alleen maar kommer en kwel, dat het alleen maar ellende op gaat leveren. En ja, dat vind ik toch wel jammer, want ja, ik ga er toch vanuit dat de meeste mensen van nature van goede wil zijn. En zeker als je samen op een erf gaat wonen. Jazeker, maar je weet nooit wie je buren ooit gaan worden. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik denk ook niet dat het
Het hoeft toch geen kommer en kwel te worden, maar de mogelijkheid is er. En ik vind het onnodig om een mogelijkheid te creëren waar je het kunt voorkomen. Dank u voor dit duidelijke, beknopte antwoord, minister Rood. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Even een vraag. Bent u met dit voorstel van die twee inritten ook naar de gemeente geweest al of niet? Of ja, ik heb daar met verschillende mensen binnen de gemeente gesprekken over gehad. En in eerste instantie zegt iedereen, of meerdere mensen zeggen van, nou, dat kan toch niet zo'n probleem zijn. Een inrit meer of minder, dat is toch zo opgelost. Maar dan komt het toch weer bij de desbetreffende afdeling die het toetsen moet. En dan komt er toch weer een streep door. Inrit gaat eruit. Hebben ze u ook verteld waarom zij dat nou vinden? Goed dat u dat vraagt. Ik ken de argumenten niet. Ja, de een-erfgedachte. Daar wordt naar terugverwezen. Ik heb in de nieuwe beleidsnotitie gelezen dat er nu wel wat mogelijkheden zijn. Dat het niet altijd tot één inrit hoeft te leiden. Vooral bij boerenerven. Het gaat volgens mij alleen maar over boerenerven. Maar ik zie niet in waarom het bij ons eigenlijk niet kan tot nu toe. Ik zie wel andere plannen langskomen waar ik tekeningen van zie, waar het wel toegestaan wordt. Ik zou daar graag antwoord op willen hebben. Dat kan ik mij ook voorstellen, want dat wil ik ook graag. Dus ik zal het wethouder zo meteen vragen. Oké, dank u wel. Dank u wel, meneer Odink. Ja, ik had eigenlijk nog één aanvullende vraag op dat wat vanuit op koers ook is gesteld. Geeft u aan dat u nog tot nu toe geen instemming had met de ambtenaren rondom de inrichting van zeg maar deze regeling? Over de verdere inrichting is er wel overeenstemming met de ambtenaren. Wil ik ook eigenlijk alles. We hebben verschillende dingen, heeft mijn vrouw op papier gezet. Een mooie schets gemaakt met dat we van alles eigenlijk wel willen om iets aan de omgeving toe te voegen. Om toch wat extra's te leveren aan kwaliteit. Maar dat heeft niet geholpen. Er komt steeds een schets terug met een streep erdoor. Inrit moet eruit. En de rest wat wij zelf aandragen, daar wordt niet wat mee gedaan. Ja, ik probeer een beetje te snappen van of er instemming was, of dat u. Bent u tevreden of zou u tevreden kunnen zijn, of bent u aan het overvragen? Ik probeer even te snappen waar precies het probleem is. Nou, kijk, het is een evaluatie heeft er plaatsgevonden. Het was rood voor rood. Binnen het rood voor rood beleid is me gezegd, is niet mogelijk. Nu is er een evaluatie geweest, staat er in de beleidsnotitie. Er zijn situaties waar het wel kan. En daar ben ik nu aan het. Ik had me er al ergens bij neergelegd. Maar nu zie ik toch weer kansen om dat toch weer aan te. Om er toch nog weer over in gesprek te gaan met de ambtenaren. Om dat toch voor elkaar te krijgen. Ik zie er als een berg tegenop om samen met de buren over één inrit te gaan. U heeft me duidelijk antwoord gegeven. Dank u wel. Oké. Dank u wel, meneer Stroot, voor uw inspraak en het beantwoorden van de vragen. Meneer Oldehinkel, zou u meneer Stroot willen aflossen achter de sprekersstoelte? Geachte voorzitter, geachte dames en heren. Als voorzitter van Stichting Vitaal Platteland Hardenberg mag ik u mede namens LCO Vechtdal toespreken. Gezamenlijk zetten we ons al decennia in voor een leefbaar buitengebied binnen de gemeente Hardenberg, waar het goed werken, wonen en recreëren is. Een belangrijk thema waar we samen met u het afgelopen jaar aan hebben gewerkt zijn de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. En inmiddels ligt er voor u de beleidsnotitie erven met kwaliteit, waarmee eigenaren van landschapsfinancierende bebouwing extra gestimuleerd worden om hun oude schuren op te ruimen. Zowel LTO Vechtdal als Stichting Vitaal Platteland Hardenberg is blij met deze notitie om ongewenste situaties te voorkomen en ons buitengebied leefbaar te houden. Nadat deze beleidsnotitie ter ingezage kwam te liggen, hebben we voor de zomervakantie, ieder afzonderlijk, middels 5 punten onze zienswijze ingediend. In een goed en constructief overleg met de ambtelijke organisatie en wethouder Breukeman zijn we gehoord en is de beleidsnotitie waar kan aangepast. De notitie is daarmee eerlijker, doeltreffender en duidelijker geworden. De agrarische sector is sterk in beweging. Op dit moment is het erg onzeker hoe de toekomst van de agrarische sector eruit gaat zien. Er getuigt het grote stikstofprobleem en het feit dat de opkoopregeling varkenshouderij fors is overtekend, geeft wel aan dat we kunnen verwachten dat ook binnen de gemeente Hardenberg er veel agrarische bedrijven gaan stoppen.
We hebben spelende vergrijzing, het aanscherpende financieringsbeleid van banken en het asbestprobleem tevens een grote rol. De impact van deze grote leegstaande bedrijven is enorm. De veelal grote hoeveelheid asbest is onverzekerbaar en ongewenst medegebruik van de stallen ligt met name in onze grensstreek op de loer. Agrarisch die stoppen krijgen met heel veel aspecten te maken waarbij de sociale impact op de ondernemer en zijn of haar gezin veelal wordt onderschat. We zijn daarom heel erg blij dat ook binnen de gemeente Hardenberg een erfencoach aangesteld wordt. De beleidsnotitie voorziet erin dat er niet altijd ter plekke van de te slopen stallen compensatiewoningen gebouwd hoeven te worden. Om verschillende redenen kan ervoor gekozen worden deze elders te realiseren. Deze kunnen dan op bestaande erven, als opvulling in de bebouwingslinten of als opvulling of uitbreiding van een buurtschap gebouwd worden. U heeft gelezen dat we in onze zienswijze gevraagd hebben om een betere omschrijving van op het bestaande erfbouwen en bebouwingslinten, clusters en buurtschappen. In de reactie hierop wordt aangegeven dat de gemeente het niet nodig acht deze omschrijving duidelijker te definiëren. Een gevolg hiervan is volgens ons veel onnodige discussie, frustratie en vertraging. Wij stellen voor om binnen deze beleidsnotitie het volgende op te nemen. 1. Lintbebouwing. Lintbebouwing is een reeks woningen aan een weg met open ruimte tussen erven. Deze linten kunnen zonder kwaliteitsverlies van de gebiedskenmerken verdicht of verlengd worden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Polenweg en de Haarweg. 2. De bebouwingsclusters. Bebouwingsclusters kunnen verdicht worden middels een nieuwe buurtschappennota. Deze nota bevat een kaart met heldere systematiek waar en hoe clusters buurtschappen zich kunnen ontwikkelen. En het goede voorbeeld is eigenlijk het beleid wat we jaren hebben uitgevoerd. Het is alleen een vervolg hierop. 3. Bestaande erven. Bestaande erven moeten ons inziens organisch kunnen groeien, zoals dat van oorsprong altijd is gegaan. Niet de feitelijke begrenzing van een erf is daarbij leidend. Er is ruimte om erven volgens de gebiedskenmerken van het landschap uit te breiden. De waarde van het landschap, omschreven in de landschapsidentiteitskaarten, moeten daarbij behouden en of versterkt worden. Namens LTO Vechtal en Stichting Vitaal Platteland Hardenberg roep ik u op om deze duidelijke randvoorwaarden op te nemen. Het is een wezenlijk onderdeel voor een succesvolle uitvoering van het beleid. We vinden gezamenlijk dat dit nu niet goed in het voorliggende stuk is opgenomen. Van oorsprong is het platteland door een organische groei divers en leefbaar gebleken. Rood voor rood zorgt niet voor verstening van het platteland, maar van ontstening. Voor iedere vrijstaande compensatiewoning die gebouwd wordt, zal elders binnen de gemeente minimaal 850 vierkante meter oude stallen gesloopt worden. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten. Wees minder huiverig om woningen toe te voegen waar mensen graag willen wonen en waar het past binnen de omgeving. Hierbij wordt vraag gecreëerd en zullen de grote leegkomende erven gesaneerd worden en blijft er ruimte voor agrariërs die willen ontwikkelen. Anderzijds is het positief dat er veel vraag naar is naar wonen in het gebouwgebied van Hardenberg. Ook de verschillende dorpsvisies die momenteel gereed zijn, komen veelal naar voren dat er mogelijkheden moeten blijven om buurtschappen uit te breiden. Hiermee kunnen voorzieningen in stand worden gehouden. De beleidsnotitie geeft ons inziens nog te weinig stimulans om bijvoorbeeld een 2 of een 3 onder 1 kap te realiseren in het buitengebied. Hiervoor moet nu hetzelfde aantal oppervlakten worden gesloopt per wooneenheid in vergelijking met een vrijstaande woning. Om de leefbaarheid van het platteland te bevorderen en lokale jongeren en ouderen een kans te geven, zal de sloopeis bij een 2 of een 3 onder 1 kap in het buitengebied per woonheid omlaag moeten. We stellen voor om bijvoorbeeld voor 1400 vierkante meter een 2 onder 1 kap van 1200 kuub toe te staan. En bij een 3 onder 1 kap 1900 vierkante meter een woning voor 1600 kuub. Voor uw vergelijking, dat is bij een vrijstaande woning, voor twee vrijstaande woningen 1700 vierkante meter. Dus twee wooneenheden onder dezelfde kap 1400 vierkante meter. En daarbij kan er groter gebouwd worden als er 20% meer gesloopt wordt. Sloopt men 20% meer, dan kan er ook 20% groter volume ontstaan. Vandaag is het 14 januari 2020. Bijna een jaar geleden hebben we u meegenomen aan de keukentafel van twee grote vrijkomende erven. De urgentie hebt u toen gezien en gehoord. Het opruimen van oude stallen is voor ons meer dan enkel slopen en compensatiewoningen bouwen. Het gaat over de toekomst en leefbaarheid van ons prachtige buitengebied. Meer dan ooit is er de noodzaak om goede beslissingen te nemen en duidelijk beleid te formuleren. We voorkomen daarmee een verpauperd en waardeloos platteland. Tot slot wil ik uw college, leden van de gemeenteraad en betrokken ambtenaar namens LTO Vechtal en Stichting Vitaal Platteland Hardenberg danken voor de getoonde belangstelling tijdens de busrit, de keukentafelgesprekken
en de verschillende ontmoetingen waarin we elkaar gesproken hebben. Dit hebben we al zeer constructief ervaren. Dank u wel, meneer Oldehinkel. Zijn er vragen voor meneer Oldehinkel? Ik zie meneer Odink, meneer Rodermond en meneer Jonkhans. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Enorm bedankt zelfs. Dank voor de inspraak. Ik zie een aantal onderwerpen die nu zeg maar via deze inspraakronde onder de aandacht brengt, zie ik ook weer terug in het zienswijzenverslag. En ik ben even benieuwd, hè, met name ook zeg maar de zorg die de college heeft rondom het dichtslippen van het buitengebied met woningen. Komen we in een wel eens niet een spelletje terecht van hey, wie geeft wie waarin gelijk? Zit er eventueel een soort van overvragen vanuit jullie? Ik ben even aan het snappen, maar ik kan me ook voorstellen dat dit al veelvuldig besproken is, zeg maar, met de betrokken ambtenaren. Ik hoop dat we juist niet in een situatie komen waar het wel het niet is wordt. Ik kijk even achter mij. Ik denk dat we dat met goed beleid dat niet nodig is. Ik heb vanmorgen ook tegen iemand gezegd, rek geven in een beleidsnotitie is mooi. Mooi voor de raadsleden, kunnen we allemaal achter verschuilen. De wethouder kan daar altijd zichzelf goed in kwijt. Alleen het is verrekte lastig om aan de keukentafel uit te leggen wat die rek is, als je niet weet wat de randvoorwaarden worden. Dus daarom roepen wij op, maak duidelijker spelregels. Dat komt gewoon achteraf veel geweldsnieters, overvragen, et cetera. Ja. Als je heel veel zeg maar spelregels hebt, hè, dus, en dat zou best kaderstellende regels kunnen zijn, hè, timmer je daarmee ook niet de boel dicht. Hè. Dus in hoeverre blijft er nog flexibiliteit over rondom wel of niet het creëren van maatwerk in bepaalde dossiers? Nou, ik zal niet op details van de buurtschappennota ingaan, maar de buurtschappennota is een oude nota en daar is goed gebruik van gemaakt. En dat is volgens mij ook hier in de raad altijd goed ontvangen. Ik kan me eigenlijk niet goed herinneren, maar goed, wellicht u wel, dat daar ook grote problemen zijn ontstaan in verband met draagvlak in de omgeving of heel andere bezwaren. Die is duidelijk, die geeft vlekken weer en binnen die vlekken randvoorwaarden. En dat werkt goed. Dus dat, het dichttimmeren is zwart, het helemaal openlaten is wit, maar volgens mij zit daar een heel mooi gebied tussen. 50-20 grijs heb ik al eens gehoord. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor uw inspraak. Dat is duidelijk. Ik had nog wel een paar vragen. Ten eerste, u begint over de bestaande erven, die moeten groter kunnen groeien. U zegt van ja, dat is vroeger ook altijd zo geweest en dat moet nu ook kunnen. Ik begreep die passage niet. In welke zin moet dat groter kunnen groeien? Is dat met de woonbebouwing of is dat, legt u het zelf maar uit. Hoe bedoelt u dat? Het grote groeien van erven, we noemen het organisch groeien, is van alle tijden. En daarbij ook weer iedere woning die je toevoegt, sloop je elders weer 850 vierkante meter. Dus waar je misschien aan de ene kant een erf inderdaad laat groeien, visueel, qua volume, versteend, haal je juist aan de andere kant heel veel weg. En op het moment is het gewoon lastig om die bouwrechten te laten landen van rood voor rood, waar we ze liever niet willen hebben. Want dan moet het heel dicht op elkaar. En dan zeggen mensen van ja, dat willen we niet, dan gaan we wel in de Maslanden wonen. En dus ontbreekt de vraag. En het gevolg daarvan is dat stallen blijven staan. Het organisch groeien van erven. En kijkt u maar eens goed in het buitengebied hoe tweede bedrijfswoningen worden toegevoegd. En hoe ook zeg maar, van oorsprong erven groeien. Is helemaal niet dicht op elkaar. Ja, sommige gebieden wel. Sommige gebiedskenmerken wel. Op heel veel gebieden in Hardenberg is dat helemaal niet aan de orde. Er werden een boerderij aan de linkerkant van de weg gebouwd. Werd er veel aan de andere kant van de weg de tweede woning gebouwd. Of de schuur. Dat noemen we organisch groeien van erven. En om dat te voorkomen, om dat dicht te timmeren, hebben we de landschapsidentiteitskaart. Daar staat prachtig in verwoord. Alleen op het moment wordt het gewoon heel erg binnen de contouren van een bestaand erf, wordt het benaderd. En dat is volgens ons niet wenselijk. Maar het is toch nu een nieuwe situatie. Vroeger was de noodzaak om daar maar een bedrijfswoning aan toe te voegen. Die noodzaak is er nu niet. Nu is het dus een gewone woning. Dus er is een andere situatie. Dus ja, ik begrijp niet zo goed hoe u dat relateert met de geschiedenis. Maar goed, dat... Ik vind het jammer dat u die noodzaak niet ziet, want dan heb ik een heel stuk van mijn betoog en ook van die van de heer Stroot volgens mij gemist. Want die noodzaak is heel groot.
En als we het op de postzegel kijken en op de plek kijken, ja, dan kunnen we er niet omheen dat het een toevoegen van een extra woning altijd op die plek, als er vroeger geen stallen hebben gestaan, verstening is. Maar als we naar de gemeente breed kijken, naar deze beleidsnotitie, voor iedere woning die op het erf wordt toegevoegd en elders worden daar minimaal 850 vierkante meter oude stallen, waar we met elkaar eens zijn dat we die liever niet willen hebben staan, worden gesloopt, dan is die noodzaak zeker aanwezig. Oké, en dan had ik nog een vraag. U zegt van twee onder één kappers en drie onder één kappers, dat zou je eigenlijk ook mogelijk moeten maken. Dat is, volgens mij is dat niet gebiedseigen, want ik kan me nergens in de gemeente op het platteland ergens twee onder één kappers of drie onder één kappers in het buitengebied voorstellen, die er nu zijn. Dus waarom zou dat nu opeens moeten? De grootste reden, die zijn er zeker. Denk, kijk maar naar de boerderijen. Er zijn enorm veel boerderijen waar twee of drie gezinnen onder één kap wonen. He, dus er zijn twee onder één kappers. En die vallen niet zo op. En dat hoeft ook niet in het buitengebied. He, we kennen de schuurwoningen waar je prima meerdere wooneenheden in één volume kunt doen, zonder dat afbreuk doet aan de kwaliteit. Waarom twee onder één kappers? Omdat wij zien, en ook uit de visies van de plaatselijke belangen lezen, dat de wens bestaat om starters en ouderen op het platteland te houden. Nou, ik kan u vertellen, een gemiddelde kavel, en dan valt het in Hardenberg nog mee, inclusief vrijstaande woning en een schuur, gaat toch richting de 7 ton. Nou, er zijn weinig starters die dat kunnen doen. Wil je starters en ouderen op het platteland houden, dan zul je wat moeten doen aan de bouwkosten. En dat is ons pleidooi. Het is meer dan alleen slopen. Het is niet meer dan alleen compensatiewoningen terugbouwen. Het is ook kijken naar wat een buurtschap nodig heeft, wat de voorzieningen in een buurtschap nodig hebben. En dat zul je niet anders kunnen dan met elkaar onder één kap gaan wonen. Helder. En dan had ik nog een laatste vraag. In de buurtschappennota is op een hele heldere wijze door de toenmalige ambtenaar een briljante redenering opgesteld hoe je met linten om zou moeten gaan. U gaat daar nu in één keer voorbij. Als ik het goed begrijp, zegt u van, maakt niet uit, doorkijkers hebben we niks aan. Volbouwen die handel. Begrijp ik dat goed? Of, Nee, want dan kent u de bestaande buurtschappennota niet in. Want dan kunnen we namelijk doorkijken, niet dichtbouwen. Die moeten we open houden, 75 ja, meter. Maar dat is een gebiedskenmerk. Maar binnen de linten kun je nog prima een stuk bij aanplakken en een doorkijk behouden. En dat is maatwerk. Ja, dus dan begreep ik u dus toch niet goed. Want dan is het inderdaad, u wilt dus wel die doorkijkjes behouden. En dus wel, zeg maar, niet één hele lange dichtbebouwde lint, maar wel met doorkijkjes erdoor bewaren. Maar er zijn ook nog plekken waar geen doorkijk is en waar nog prima een woning tussen kan. Ja. Duidelijk. Meneer Rodemond. Voorzitter, mijn vragen zijn gesteld en ook dank voor de heldere beantwoording. Mooi. Hartelijk dank, meneer Oldenkel. Ja. Dan zijn wij bij agenda punt 4 aangekomen. Dat is de kredietaanvraag voor realisatie van een stuwconstructie in Balkbrug. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Stelpstra, meneer Nijhoff. Ik ga even meeschrijven, want anders komt dat niet goed. En meneer Geesink en meneer Schuurman. Ik begin bij meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is op 3 december 2019 een verzoek gedaan aan het waterschap om bij te dragen. Is er wel antwoord op? Stel, dat is mijn tweede vraag, dat het waterschap niet bijdraagt. Wat gaat er dan gebeuren? Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Geesink. Ja, ik denk dat het heel goed is dat de wateroverlast in Balkbrug wordt aangepakt. Ik heb eigenlijk maar één vraagje en dat betreft de stresstest die gedaan is. Hierbij worden de knelpunten binnen de gehele gemeente worden in kaart gebracht. En ik vroeg me alleen of die worden op de hoogte hiervan gesteld in het voorjaar van 2020. Ik vroeg me alleen of is het niet zuiverder of beter dat wij eerst op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten voor de gehele gemeente. Voordat een besluit wordt genomen over één van de knelpunten. Dank u. Dank u wel, meneer Geesink. Meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder vraagt om een krediet vanuit het gemeentelijk rioleringsplan voor de jaarschijf 2020. Om daarvan 4 ton beschikbaar te stellen met een bijdrage van 2 ton van het waterschap. In het raadsvoorstel geeft u aan dat de gemeente en het waterschap hebben afgesproken de insteek te kiezen
de realisatiekosten gezamenlijk te dragen, beide partijen 50%. En in de brief aan het waterschap vraagt u of het waterschap bereid is de helft van de kosten van de stuurconstructie voor een rekening te nemen. Onze eerste vraag is die 50-50% verdeling nu wel of niet afgesproken? En zal het antwoord van het waterschap op uw brief de formele bevestiging zijn? Of kan daar nog een andere verdeling uitkomen? Of is het antwoord er al, zoals ook de vraag van de heer Schuurman was? De tweede vraag is, zou de kredietaanvraag dan niet eigenlijk 2 ton moeten zijn in plaats van 4 ton? Er wordt aangegeven dat de situatie in Balkbrug is doorgerekend, inclusief de toekomstige onderdoorgang in het centrum. Onze vraag is, mogen we daaruit de conclusie trekken dat de realisatie van de onderdoorgang niet zal leiden tot extra problemen bij de waterafvoer? De geschatte investering door de gemeente van 2 ton past op zich binnen de jaarschijf van 5 ton in 2020. In de raadsbrief van 2019, november 2019, wordt er gesproken over 10 tot 20 gebieden waar schade waarschijnlijk is of risico's groter zijn dan elders in de gemeente. Er was toen nog geen zicht op benodigde maatregelen en investeringsbedragen. Deze vraag die we hebben sluit ook eigenlijk aan bij de vraag van de heer Geersink. Het college geeft blijkbaar zoveel prioriteit aan de situatie in Balkbrug dat ongeacht de benodigde investeringen in het klimaat robuust maken, u dit voorstel nu voorlegt aan de raad. Dank u wel, meneer Nijhoff. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Balkbrug klimaat robuust te maken vinden wij ook een zeer goed idee. Dus wat dat betreft hebben wij geen vragen. Ook mooi dat de portefeuillehouder ons zo proactief bijpraat over de investeringen rondom het klimaat robuust maken binnen het rioleringsplan. Maar wij zaten daar in de fractie met elkaar over te spreken en toen vroegen wij ons af van hoe zit het in de rest van de gemeente ten aanzien van het klimaat robuust maken. En met name ten aanzien van de particuliere gronden. We hebben het hier over projecten die de gemeente initieert. En wij vroegen ons af van wat doen wij als gemeente op particuliere terreinen. Dan denken we aan het afkoppelen van riool. Of infiltratie bij de woningen. Daar waren we even benieuwd naar. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord graag aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Aantal vragen ten aanzien van dit kredietvoorstel. Om even te beginnen met de beantwoording rond de brieven van het waterschap. Hebben wij daar al een formele reactie op? Die hebben wij niet. Maar eventjes om de brief ook wel te duiden. Dit is vanuit een langlopend proces. Hè? Daar wil ik ook wel even antwoord geven op waarom doen we dit nu al. We zijn al een hele tijd met elkaar bezig in Balkbrug. En wij zien dit als de afrondende werkzaamheid. Als je ook eventjes de onderdoorgang meeneemt die straks in het werk wordt meegenomen. Als de laatste hobbel die we moeten nemen. En waarom verwijzen we toch even naar die stresstest is dat het eigenlijk ook feitelijk hier zich heeft gemanifesteerd. Hè? Want hier hebben we ook daadwerkelijk die wateroverlast gehad. Daarom hebben we even die verbinding daarmee gelegd. Maar over de stresstest en over klimaatbeleid, daar praten we u in ieder geval in de raadsinformatiebijeenkomst nog eventjes bij. Als het gaat over duurzaamheid, daar zal klimaat een onderdeel van uitmaken. Dan zullen we ook even het grotere plaatje met elkaar gaan schetsen van hoe we daarmee willen omgaan. Dus dat even ten aanzien van de context rond klimaat in zijn algemeenheid waar we ermee aan de slag gaan. En dan zullen we nog wel een aantal stappen met elkaar moeten gaan zetten. Die brief is dus nog niet beantwoord, maar in het proces wat wij met elkaar aan het doorlopen zijn, heeft het waterschap ook bij ons aangegeven, doe ik het formele verzoek om het ook te bevestigen. Dus het ligt in de lijn de verwachting, zeg maar, dat dit daarmee overeenkomt en dat we met elkaar deze investering willen gaan doen. Het is inderdaad 50%.
waarom kiezen wij ervoor om 4 ton... We hebben wel inzicht in de totale projectkosten willen geven. En de feitelijke bijdrage, zoals het voorstel hier ook is, zou maximaal 2 ton vanuit ons zijn. En mocht of het waterschap zeggen van, nou, we hebben er nog eens even goed over nagedacht, of vinden het bij nader inzien toch niet zo'n goed idee, of het kost meer, ja, dan kom ik bij u terug, want dan is het project niet uitvoerbaar en ik heb maar 2 ton tot mijn beschikking. Ik denk dat ik daarmee een heel aantal van de vragen heb beantwoord. Als het nog even gaat ten aanzien van, ja, dit vindt inderdaad plaats in het openbaar gebied, hè. Daar hebben wij ook een daadwerkelijke verantwoordelijkheid samen met het waterschap over hoe wij willen zorgen dat het klimaat robuust is. En we hebben straks vanuit die stresstest, denk ik, nog meer opgaven die we straks in beeld hebben. Rond het particuliere hebben wij niet hele duidelijke financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld af te koppelen. Die heeft destijds het waterschap wel gehad, waardoor er hier wel veel is afgekoppeld. Op dit moment is er geen regeling. Maar het is misschien ook wel mooi om in het nieuwe GRP, ik dacht dat deze nog iets van 2 jaar doorloopt, om met elkaar ook eventjes, als we de stresstesten hebben, weten wat de opgaven zijn, om ook die kant nog eens even goed te belichten of we daar iets mee zouden moeten doen. Maar u bent wel bereid om daar naar te gaan kijken? Nou, ik denk, operatie Steenbreek, om zomaar eens een voorbeeld te noemen, is ook iets wat heel erg wel ligt bij de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. En om ook eens naar je eigen achtertuin te kijken, hè, daar ligt niet onze verantwoordelijkheid. Ik ben wel eens benieuwd wat daar nu uit zichzelf al initiatieven ontstaat. Hè, dat de bewustwording ook vergroot, dat mensen ook anders naar hun eigen eigendom gaan kijken en hoe ze daarmee om willen gaan. En je zou eens na kunnen gaan over bij een evaluatie van je vorige beleid of dat nog een extra stimulans verdient als dat in onvoldoende mate nu optreedt. In plaats van nu gelijk aan de voorkant dat al te gaan invullen. Maar ik denk dat het ook het particuliere initiatief, nou, pas helemaal in de nieuwe samenleving, denk ik, waarin ook particulieren hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dat we dat even goed in ogenschouw moeten nemen. Voorzitter, ik denk ten aanzien van het voorstel wat hier nu voor ligt, dat ik de vragen beantwoord heb. Ik kijk nog even naar de heer Nijhoff. Ik denk dat meneer Nijhoff gaat vragen iets over de onderdoorgang Balkbrug. Die staat volgens mij nog open. Klopt dat, meneer Nijhoff? Dat klopt. Ik zou daar wel graag bevestiging van hebben dat het goed geregeld is. Maar daarnaast vind ik ook de beantwoording over waarom Balkbrug nu toch, dat het naar voren wordt gehaald, wil ik niet zeggen. Maar er wordt wel zonder inzicht te hebben in de rest van de mogelijke investeringen, wordt Balkbrug nu wel als voorstel voorgelegd. En het is mij nog niet voldoende scherp waarom of dat nu wel gebeurt. Nou, voorzitter, kijk, even laten we beginnen met de onderdoorgang. Ik heb het in de bijzin wel gezegd en we hebben ook dat inzicht willen geven in de toekomstige investeringen die nog gaan plaatsvinden. Dat we de middelen hebben gereserveerd, maar dat er altijd het wachten was dat de tunnel ook daadwerkelijk aangelegd zou worden. Dus die wordt uitgevoerd en de middelen zijn ervoor en die worden in dat werk meegenomen. En toch even lopen wij nu vooruit op de situatie van de stresstesten, dat bestrijd ik, want dat is niet zo. Sterker nog, hier hebben we een situatie te maken gehad waar het zich gemanifesteerd heeft. Hè. De stresstest is ook een test met modellen en dat soort zaken waarin wij verwachten onder bepaalde omstandigheden dat problemen gaan optreden. Ja, in die zin hoeven we hier niet te wachten op de stresstest, dat heeft zich al voorgedaan. We hebben een x-aantal maatregelen getroffen en zien dat er nog een aantal maatregelen nog meer genomen zullen moeten worden om daadwerkelijk de problemen die zich daar al hebben voorgedaan te voorkomen in de toekomst. Dus het is niet vooruitlopen op, maar het afmaken van hetgeen waar we al een tijd met elkaar mee aan de slag zijn. En dit met alle experts zien als de noodzakelijke afronding van dat geheel. Ja, dat die problemen zich daarvoor hebben gedaan, dat weten we allemaal hier. Maar er is dus er is volgens mij nog onvoldoende beeld van de overige investeringen die er worden gedaan. Of moeten worden gedaan. We hebben een stresstest waar het zich kan kunnen manifesteren. Hè? Daar willen we ook in ons klimaatbeleid, jongens, hoe willen we ermee omgaan? Hè? Er zit een deel tussen acceptatie of het risico en of willen we er daadwerkelijk op gaan investeren. We hebben in ons GRP al op voorgesorteerd om klimaatrobuuste maatregelen te gaan treffen. Hè? Dat zijn die 5 ton die we jaarlijks beschikbaar hebben. Die altijd even terugkomt bij u, bij de Raad, om daadwerkelijk het krediet beschikbaar te stellen.
Maar wij lopen er niet op vooruit, omdat hier blijkt van hier is wel degelijk iets aan de hand. Waar wij een verantwoordelijkheid op voelen samen met het waterschap om daar een oplossing voor te vinden. Omdat het inderdaad zich heeft gemanifesteerd in de huizen. De meest worst case scenario die je met elkaar zou kunnen voorstellen. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan rest mij de vraag, gaat het als hamerstuk of bespreekstuk naar de raad? Wat ons betreft als hamerstuk. Hamerstuk, ja. Kijk even rond, hamerstuk, prima. Voor de mensen die het weten willen, de desbetreffende informatiesessie is volgende week dinsdag. Dan zijn wij bij agenda punt 5, vaststelling beleidsnotitie erven met kwaliteit. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Odink, meneer Bak, meneer Rodermond, mevrouw Kelder, ik moet toch weer even mee gaan schrijven. Meneer Odink, meneer Bak, meneer Rodermond, mevrouw Kelder en ik zag nog meer vingers, meneer Jonkhans. Dat was het. Meneer Bak, ga uw gang. Mevrouw de voorzitter, ik zou ook nog graag even wat willen zeggen als u dat toestaat. Zeker, meneer Van den Berg, u komt op het lijstje erbij. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Voor de eerste termijn heb ik eigenlijk maar één belangrijke vraag die voor ons als VVD het meest belangrijk is. U weet, wij zijn niet zo van de regeltjes, maar nu horen we de partners eigenlijk vragen om een duidelijker kader en wat meer regels. Nou, op zich een helder verzoek, maar voor ons is wel ook de vraag, en we zijn ook heel benieuwd hoe de wethouder daarnaar kijkt, van wat betekent dat nu? Hè? Hoe zal de ambtelijke organisatie hiermee omgaan? Want het niet hebben van regels kan ook betekenen dat je juist heel erg rigide bent en niet de ruimte creëert om tot die oplossing te komen. En ik denk dat de inspreker daar al wel een mooi voorbeeld van gegeven heeft van de discussie rondom de één toegangsweg tot een erf. Hè. Waarom zou het niet meer kunnen zijn als daar goede argumenten voor zijn? Dus dat is eigenlijk de belangrijkste vraag voor de eerste termijn vanuit de VVD voor de wethouder. Dank u wel. Meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst wil ik graag namens het CDA de complimenten geven aan het college en het ambtenaarapparaat voor het stuk wat nu voor ons ligt. Inclusief de overname van het grootste gedeelte van de ingebrachte zienswijzes. Ook de complimenten aan Vitaal Platteland en LTO Verdal voor hun inbreng. Ik denk dat we hiermee mooi vooruit kunnen en de gemeente Hardenberg met haar mooie buitengebied vitaal en leefbaar kunnen houden. Want de agrarische sector is en blijft een belangrijke economische drager van onze gemeente. Toch blijven er bij het CDA een aantal vragen over. En de heer Oldenkel van Vitaal Verdal refereerde daar ook al aan. Hoe gaan wij om met de compensatiewoningen? Hoe landen die in het gebied? Hoe genereren we voor deze woningen een financiële plus? En ik zou de wethouder willen vragen ook een reactie te geven op het voorstel van de heer Oldenkel ten aanzien van de 2 of 3 onder één kap woningen. Dan even naar aanleiding van de inspraak van de heer Stroot. In het stuk wordt aangegeven dat de inritten maatwerk zullen zijn. En onze vraag is hierbij, is de verkeersveiligheid hier het belangrijkste criterium? Bij veel intensieve veehouderijbedrijven is dus al sprake van 2 inritten, een schone en een vuile weg. En wat de CDA betreft is dat de initiatiefnemer aangeeft deze graag te willen behouden, wat kan er bezwaar zijn om hier niet in mee te gaan, omdat er feitelijk eigenlijk niets verandert? Dan het laatste punt, voorzitter. Bij de deelname aan de sloopregeling wordt de eis gesteld dat de milieuvergunning moet worden ingetrokken. Als de milieuvergunning, een lees agrarische bestemming, vervalt, dan is het volgens de CDA-fractie zo dat de NB-vergunning niet vervalt. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen? En als dit zo is, is de portefeuillehouder dan bereid om dit mee te nemen in de voorlichting daarvan? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van den Berg. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De beleidsnotitie erven met kwaliteit. We zijn blij dat we samen met Vitaal Platteland en de LTO in de praktijk hebben kunnen kijken van wat kunnen we hier doen op het platteland. En zeker in het kader van de rood voor rood regeling. We hebben nog kunnen nadenken en ook jullie, Stichting Vitaal Platteland en LTO heeft na kunnen denken, hebben hun zienswijze nog eens weer ingeleverd voor die beleidsnotitie. Dat is prima, helemaal goed. Veel dingen zijn toch weer aangenomen, dus dat is al mooi om te zien. Maar voor ons blijven nog wel een aantal opmerkingen. Van,
Ja, maatwerk leveren willen we. Maar gebeurt dat ook door de ambtelijke post goed? En wordt het goed bekeken? En daar hebben wij even onze vraagtekens bij. En ik hoor graag van de wethouder van hoe die dat samen oplost. Dan de vraag uit de praktijk van de heer Stroot. Nou, daar heb ik ook graag even van de wethouder een oplossing voor. Want als je een inrit hebt en een afrit hebt, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je die beide inritten en afritten gebruikt in zo'n situatie. Ja, ik hoop niet dat dan nodig is dat iedere keer hier in de raad mensen moeten komen omdat ze een deel van hun aanvraag niet toebedeeld krijgen. Dus daarop graag antwoord, wethouder. Dank u wel, mevrouw Kelder. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ja, in de basis, en dat is al prachtig verwoord door het CDA, zien wij ook een goede en een nieuwe beleidsnotitie die de oude rood voor rood regeling, was volgens mij ook een briljant stuk, gaat vervangen. Een beleidsnotitie die in goede samenwerking en met inspraak van Stichting Vitaal Platteland en LTO Noord tot stand is gekomen. Maar toch hebben we nog wel een aantal vragen waarvan we graag de reactie van de wethouder willen horen. Voor we ons definitief oordeel of dit stuk gaan beoordelen. Voorzitter, er is sprake van een geplande verdiepingsslag op de al uitgevoerde evaluatie. Er is in het voorjaar van 2019 een evaluatie geweest waarbij we, zo lezen we, vooral gekeken zal worden naar de procesmatige kant van de rood voor rood aanvragen. En mogelijk zou dat nog kunnen leiden tot aanpassingen in het werkproces. Waarom is deze evaluatie niet al gelijk meegenomen bij het tot stand komen van deze beleidsnotitie? Dus waarom nog een verdiepingsslag, zeg maar, in 2020? Is er tijdens de evaluatie ook voldoende rekening gehouden met de communicatie? We krijgen uit het veld nog wel eens terug dat er, zeg maar, soms wat onduidelijkheid is rondom de bestaande regelingen. En we willen graag weten of er ook, zeg maar, ook op het aspect communicatie gelet is. Hè, en waar zijn dan eventueel de verbeterpunten daarin benoemd? Voorzitter, wat is de praktijk als er aanvragen ingediend worden die net niet aan de eisen voldoen? Net te weinig vierkante meter sloopopgave. Wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Hoe wordt dat beoordeeld? De LTO heeft geadviseerd om een uitvoeringsagenda voor het buitengebied op te stellen. En waarom is deze er nog niet? Heeft de gemeente hier ook al eventueel actie op ondernomen? Wellicht zou de wethouder ook nog een reactie kunnen geven op de status van het aanwerven van een ervencoach. Wat is daarop de status? En voorzitter, als we kijken naar de bijdrage van de heer Oldenwinkel, hoe kijkt de wethouder aan tegen de vitaliteit van het platteland? En dat is ook voor ons als ChristenUnie best wel een belangrijk onderwerp. En de mogelijkheden die er eventueel geschetst worden voor het bouwen van een 2 of 3 onder een kap. En de vraag die, zeg maar, meneer Oldenwinkel duidelijk stelt van oké, moeten daar geen heldere spelregels dan wel kaders voor gesteld worden? Of zitten we daarmee ook te veel op de uitvoering? Dus we willen graag even ook de wethouder zijn reactie op dat punt. Dat was het in eerste instantie. Dank u wel. Meneer Roderman. Voorzitter, dank u wel. Tweetal vragen nog op basis van dit stuk. Naast onze complimenten ook voor het stuk en ook voor de mate waarin samengewerkt is met diverse partijen. Dat vinden wij zeer waardevol. Eerste vraag is waarom er eigenlijk alleen wordt gesproken over gebouwen in plaats van gebouwen, terwijl we ook andere opgaven zien op het platteland. Denk bijvoorbeeld aan onze energieopgave. Er verdwijnt volgens het stuk zo'n 300.000 vierkante meter aan agrarisch gebruik op het platteland. Dan zou je toch nog wel het een en ander kunnen doen naast woningbouw, zouden wij denken. Dus vandaar onze vraag, kunnen we het voorstel ook breder zien dan alleen gebouwen in plaats van gebouwen? Dan nog de vraag, en dat is ook mijn laatste vraag, hoe past iets in de omgeving? Daar heb ik zelf een beetje mee lopen stoeien, lezende het stuk. En eerlijk gezegd zie ik in het voorstel ook
niet heel veel terug over participatie van de direct omwonenden. Ook als het gaat over de kwaliteit van de omgeving. Hoe bepalen we de kwaliteit van de omgeving? Volgens mij is dat vaak ook geweest op basis van andere stukken die hier voorbij zijn gekomen. Dat omwonenden zelf heel goed weten wat de kwaliteit van hun omgeving is. En dat ze daarop ook vaak inspreken als er een verandering plaatsvindt. Ik kan me heel goed voorstellen dat een stuk als deze juist aanleiding geeft om daar wat meer energie op in te zetten. Tot zover. Dank u, meneer Rodemond. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij vonden het een zeer plezierig stuk. Complimenten daarvoor. We hadden nog wel, ze zijn al wel genoemd door meneer Van den Berg, maar volgens mij niet allemaal. De drie punten die de heer Oldenkel noemde. Daar zou ik toch wel graag een reactie van willen hebben van de wethouder. En ik zit ook een beetje met de vraag van het. Vaak zie je toch dat leegstaande boerderijen ook zeer geschikt zijn voor dubbele bewoning. Dat gebeurde, zoals meneer Oldenkel ook al zei, van ja, meersgezinswoningen. Nou, in Duitsland zie je dat nog veel meer. Kijk, als het die verschijningsvorm krijgt, als hij dat bedoelt met twee onder één kap, nou, dan kan ik daarin meegaan. Maar hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? En een andere is de zonneladder, hebben we hier ook wel eens besproken. En ik meen toch dat hier in de raad de wens uitgesproken is om alle daken te gaan gebruiken die er beschikbaar zijn. En ik zou dat toch eigenlijk ook wel mee willen nemen in deze notitie. Dat je daar, zeg maar, als je je dak beschikbaar stelt voor zon, dat daar ook een mogelijkheid voor zou kunnen ontstaan. Dus dat betekent dan niet dat je het recht verwerft om daar een woning neer te zetten, maar dat je het recht verwerft om daar zon op dak te gaan doen. En daar ook een tegemoetkoming voor ontvangen. Graag een reactie daarop van de wethouder. Dank u wel, meneer Jonkhans. En ik geef het woord graag aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Ruim een jaar geleden stonden we hier voor het eerst met de procesaftrap rondom wat toen de evaluatie Rood voor Rood nog heette. Inmiddels hebben we een titel gekozen waar wat meer de lading mee gedekt wordt, denk ik, erven met kwaliteit. En een jaar geleden zijn we begonnen met gesprekken met LTO, Stichting Vitaal Platteland. We zijn hier ook geweest. De busreis is al even aangehaald waar u de gemeente bent rondgetoerd langs een aantal casussen om die te bekijken. Om ook een beetje gevoel bij de materie te krijgen en de noodzaak die hier op heel veel plekken wat dat betreft in het buitengebied ook gewoon is. En het mooie is, je hoeft tegenwoordig niet alles zelf te bedenken. Je kunt ook bij andere gemeenten goede ideeën ophalen. We zijn met een aantal ambtenaren bij 5 andere gemeenten geweest om daar eens op te halen wat er gebeurt aan nieuwe beleidsnota's, nieuwe ontwikkelingen. En daar komt bijvoorbeeld ook het idee voor de sloopbanken vandaan. Het was gemeente Hof van Twente die voor de VNG een speech mocht houden, omdat ze redelijk innovatief waren met sloopbewijs in de sloopbank, vraag en aanbod bij elkaar brengen. En dat deden zij met een hele jonge, bevlogen ambtenaar. Ik weet niet of het heel verstandig was van wethouder Meulenkamp, want hij zit nu hier bij ons op de tribune, om daarmee ook voor ons wat ervaring, zeg maar, mee te brengen om straks ook echt vliegend aan de start te gaan. Mooie ontwikkeling is dat, denk ik. Goed, als ik doorga naar de inhoud, voorzitter, dan zitten volgens mij heel veel mooie kansen in deze notitie. Meer helder met elkaar hebben wat landschapsontzierend is. Daar ook een stukje functie en gebruik aan mogen koppelen. Hoe moeten compensatiewoningen landen? Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Het vraag en aanbod bij elkaar brengen door sloopbewijzen in te zetten voor bouwrechten elders. Waardoor ook particulieren, zeg maar, in een dorpskern waar nog een lege plek is, een ontwikkeling door kunnen maken zonder dat er sprake is van per se een mantelzorgrelatie of wat dan ook. Mooie kansen, denk ik, voor het buitengebied om toch te kijken hoe kun je invulling gaan geven aan al die gebouwen die al zijn vrijgekomen of die in de komende jaren nog
vrij zullen vallen, al dan niet geholpen door de stikstofmaterie. Ja, als ik dan meteen maar even die compensatiewoningen bij de kop pak, want dat was toch denk ik de meest gestelde vraag die terugkwam. Hoe zorgen we nou met elkaar voor dat de compensatiewoningen uit deze nota goed gaan landen? Dan kun je een aantal dingen denken. Kijk, de voorkeur heeft het daar waar het kan de woning te laten landen op het eigen erf. En in heel veel casussen is dat ook gewoon het geval. Het hoeft niet meer per se, hè, hebben we ook opgeschreven, initiatiefnemer kan een andere keuze maken. En dan moeten we met elkaar kijken, waar kan die dan landen? Kan dat in een lege plek in een dorpskern? Kan het aan bebouwing in of aansluitend aan lintbebouwing? Op pagina 15 van de notitie vindt u daarover ook een alinea om te kijken hoe zorgen we ervoor dat die woningen gaan landen. En naast zeg maar, die traditionele plekken, noem ik het maar even, hè, in of aansluitend aan het lint of aan de dorpskern of aan bebouwing, vind ik dat we ook, nu we deze notitie althans naar mijn verwachting, hè, over 2 weken zal die denk ik er liggen. Als u daarmee instemt, moeten we ook verder kijken van, ja dat is één, maar kunnen we ook nog meer innovatief denken over het laten landen van die compensatieplekken. De heer Van den Berg stipte dat ook even aan. En een idee dat we daarbij hebben opgevat is, en heb ik ook eerder bij u in de week gelegd, zou het lukken om in nieuwe uitleggebieden voor woningbouw, hè, dus de gronden die nu nog niet als woningbouw bestemd zijn, maar waar je nog verder mee aan de slag gaat, om daar ook ruimte te kunnen gaan reserveren voor compensatiewoningen die voortkomen uit de beleidsnotitie erven met kwaliteit. Nou, dan zit je even met wat betekent dat de BBV-regels, met grondposities en mag dat zo, hè? Mag je voor die waarde die grond inzetten? Want de heer Van den Berg zei, ja, hoe zorgen we voor de financiële plus? En ik denk dat u daarbij bedoelt, hoe zorgen we ervoor dat als het lukt om in uitleggebieden kavels beschikbaar te stellen voor erven met kwaliteit, dat zeg maar, de stoppende boer ook daar een financiële plus kan pakken. Want anders heeft het niet zoveel zin om daar een woning te laten landen. Nou, dan moet je dus de normale waarde van de grond door kunnen zetten, zonder dat die al de bestemmingen wonen uit de waarde van wonen heeft. Nou, dat soort initiatieven, dat soort ideeën, daar zijn we nu nog mee aan de slag. Maar ik denk dat je op basis van deze notitie en de mogelijkheden die hierin gegeven worden en de gesprekken die we daar met elkaar over hebben, dat het heel goed is om daar met elkaar het gesprek over te hebben. Maar ik denk ook dat er kansen geboden worden om woningen te laten landen. Ook op plekken die voorheen nog niet mogelijk waren. En ga ik daar even op verder, want mevrouw Kelder begon daar ook over. Voorzitter, meneer Breukeman geeft het mooi aan dat hij daarvoor nemers is te doen en het verder uit te zoeken in de toekomst. Mag ik dit al vast noteren als een toezegging? Dat u dit daadwerkelijk gaat onderzoeken en dus ook bij ons terugkomt met een notitie waar dit is uitgewerkt. Ja, voorzitter, ik weet niet of in dit huis altijd alles als toezegging moet worden vastgelegd. Kijk, een beetje het gevoel dat u anders het gevoel krijgt dat ik dingen niet uitvoer of zo. Daar is helemaal geen sprake van. Als ik u toezeg dat we daarmee aan de slag zijn. En het is wat ingewikkeld, want je zit met de accountant BBV-regels en zo. Moet je daar een goed construct voor bedenken. Dan komen we daarop terug. Hoewel ik wel vind dat ook in de huidige beleidsnotitie voldoende ruimte gegeven wordt. Dus ik laat hem even aan u raad of dat als toezegging genoteerd moet worden of niet. Mevrouw Kelder en ook de heer Oding. Misschien kan het opgenomen worden in het verslag, vind ik ook voldoende. Ja, als dat dan de middenweg moet zijn, dan moeten we dat doen, voorzitter. We houden het positief. Goed, mevrouw Kelder en de heer Oding gingen ook nog in over het proces. U vroeg ook naar een verdieping in de evaluatie. Communicatie werd daarbij genoemd. En waarom is dat niet eerder gebeurd? Nou, in de gesprekken die we gehad hebben rondom de vorming van erven met kwaliteit, met zowel LTO, Stichting Vitaal Platteland, is ook wel eens genoemd van nou, de ene keer gaat het hartstikke goed en als we eenmaal een locatie hebben komen we er ook goed uit en soms verloopt het wat stroever. En u heeft daar in een eerder stadium ook wel eens een signaal over afgegeven. En over die werkwijze ben alleen ik verantwoordelijk en aanspreekbaar. Maar omdat u dat signaal ook de vorige keer meegaf, heb ik wel gedacht, hey, daar gaan we eens even naar kijken. En dat wil zeggen dat het Oversticht is met ons mee gaat kijken. We gaan 10 casussen ophalen en gaan we ze even doorlichten. Want zitten daar voor ons nog leerpunten in, verbeterpunten in, waar we in de toekomst wat aan hebben. En zij gaan ook een tijdje met ons meedraaien in wat intern het ruimtelijk kwaliteitsteam heet. Om ook eens te kijken van nou ja, hoe is het Oversticht daarin aan te adviseren. En ik wil graag ook
zeg maar, na deze ronde daar nog wel een mooie slag in maken. Dus dat is de reden waarom we dat alsnog doen. Ja, de één erfgedachte, daar kwam ook de inspreker mee. Het CDA op Koers.nu begonnen daar nog over. Is die heilig, die één erfgedachte? Ja, de één erfgedachte wel. Eén inrit niet. Dat is een stukje maatwerk. Dat is altijd al zo geweest. Dat was ook in het vorige Rood voor Rood al zo. En er zijn ook wel casussen aan te wijzen vanuit het verleden. Waarbij niet altijd één inrit is geweest. Het hangt een beetje af van hoe de casus gesitueerd is. Alleen ik vind wel dat we met elkaar de gedachte, hè, één erf in het buitengebied, dat we dat een beetje vast moeten houden. En dat we niet allemaal losse erven in het buitengebied moeten willen. We willen immers ook het landschap een beetje beschermen. En volgens mij is er ook helemaal geen discussie over dat we dat met elkaar willen. En daarom hebben we ook die landschaptypes, hè, de Essenhoevenlandschap, de Beekdallen, dat we dat vasthouden. Maar om nou op voorhand maar te zeggen, per definitie moeten er twee inritten komen. Ja, daar is het college geen voorstander van. We zijn een voorstander van een één erfgedachte. Daar kan vaak één inrit heel goed bij passen. Ook in het geval van de inspreker, denk ik. Om op voorhand te zeggen, per definitie moeten er maar twee inritten kunnen. Ja, dat doet mijn inziens geen recht aan de één erfgedachte. Is verkeersveiligheid daarbij het belangrijkste argument? Nee, nou, is één van de argumenten die je ook meeneemt in die weging. Maar dat blijft een stukje maatwerk. Ik zeg ook maar heel eerlijk bij, in alle voorgaande casussen van Rood voor Rood is het nog niet eerder aan de orde geweest dat het tot een probleem heeft geleid. Maar goed, anders had u dat natuurlijk ook wel gezien bij de bestemmingsplanwijzigingen die altijd langs uw raad komen. Er is nog gevraagd naar de NB-vergunning, naar de agrarische bestemming. Ja, als je meedoet met erven met kwaliteit en je gaat een compensatiewoning krijgen, dan betekent dat dat de agrarische bestemming vervalt. Want anders zou je in de toekomst nog een keer die slag kunnen maken. En of de NB-vergunning daarbij vervalt. Ja, wij gaan niet over de NB-vergunning. Hè. Dat is de provincie die daar aan zet is. Alleen als je geen agrarische bestemming meer hebt, kun je NB-vergunning ook niet gebruiken. Dus ik zie daar niet zo het probleem in, voorzitter. Voorzitter, het gaat mij om die NB-vergunning. De ammoniak zit daaronder. En mogelijk wordt dat misschien nog wel een waarde. Dus concreet is de vraag dus, als die milieuvergunning vervalt en de NB-wet dus niet, of de NB-vergunning niet, dan kan het dus betekenen dat je later nog wel recht hebt om het te verkopen, die stikstofrechten, mocht het ooit tot waarde komen. Ja, voorzitter, het stikstofdossier, daarvan hopen we dat we zo snel mogelijk in de eindfase zitten, hè, dat iedereen helemaal 100% helderheid heeft. Dat hebben we nu niet. Het zou best kunnen zijn inderdaad dat de stikstofruimte in een NB-vergunning, dat die een bepaalde waarde gaat krijgen. U weet dat we ook in deze gemeente aan het kijken zijn naar een stikstofdepositiekaart. En dat is prima. Hè. Ik ken ook wel een casus van mensen die nu even wachten met de vervolgstap in Rood voor Rood om te kijken wat gaat er gebeuren. Aan de andere kant, er zijn ook alweer nieuwe mensen die zich deze week gemeld hebben om van onze nieuwe regeling gebruik te gaan kunnen maken. Dus ik denk niet dat het meteen tot een enorme vertraging leidt of zo. En de waarde die er wel of niet aan toegekend kunnen worden, ja, dat is een wat bredere discussie. Mijn vraag was concreet, bent u bereid om dit gedeelte mee te nemen in de voorlichting? Ja, uiteraard zullen we mensen daarover informeren, maar hoe zeg ik dat nog goed? Het is nog niet eerder gebeurd, voorzitter, dat de gesprekspartner aan de andere kant van de tafel daar nog niet van op de hoogte was. Goed, ik hou een vraag over van D66 over participatie. Ja, is misschien niet als apart hoofdstuk, zeg maar, in deze beleidsnotitie genoemd. Maar uiteraard ga je op het moment dat er een compensatiewoning ergens gaat landen in gesprek met de omgeving. Nog voordat, zeg maar, de officiële procedure start. Want daarin zijn natuurlijk gewoon de mogelijkheden open voor voorzieningswijze, bezwaar, beroep. Dat is ook een ronde die altijd de weg langs uw raad kent, want u gaat over het vaststellen van de bestemming. Natuurlijk probeer je daarin met de omgeving in gesprek te gaan en volgens mij is het de afgelopen tijd best vaak gelukt om
dat soort bestemmingsplannen rechtstreeks als hamerstuk op de vergadering, de agenda van uw raad te krijgen. Dus ik denk dat daar zeker oog voor is. Voorzitter, tot slot de vraag van de heer Jonkers over de zonneladder. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet helemaal scherp heb waar ik daarbij aan moet denken. Nou, de zonneladder, die, we hebben hier volgens mij, ik dacht dat het van de ChristenUnie kwam, van ja, we zullen eerst met zon, zullen we eerst de daken vol moeten gaan doen. Nou hebben we, als je naar daken kijkt en zeker wat grotere oppervlakte waar het rendabel is om zon op te doen, dan heb je het over bedrijven, industrie, maar ook over agrarische bedrijven. Nou, als je nu bij een stoppend bedrijf waar een asbest op zit, daar zon op zou doen, dan zou je daar ook weer een verdienmodel op kunnen zetten. Maar als je het gaat saneren, ben je ook die daken kwijt. Dus je zou ook kunnen denken om onder bepaalde voorwaarden te zeggen van nou, we slopen niet het hele geval, maar we zetten daar een constructie, of die dakconstructie laten we staan en daar doen we dan een zon op. En die mogelijkheid zit er nu niet in, terwijl we dat wel hard nodig zullen hebben, denk ik. Ingewikkeld construct, als je het mij vraagt, voorzitter. Want dan zou het dus betekenen dat... Nou, het wordt landelijk wel meer gedaan, hoor. Ja, nee, natuurlijk is er wel sprake van zon op dak. Alleen ik begrijp niet zo goed hoe je het nou een verdienmodel op zou moeten zetten. Als... Kijk, de redenen die ons ingegeven zijn om hiermee te komen is dat je kwaliteit wilt in je buitengebied... Dat je weet dat er enorme massa's aan agrarische gebouwen vrijkomen. En als we die dan inzetten voor zon, dan ga je dus niet iets doen aan die landschapsontsierende gebouwen. En dan vraag ik me even af, ja, hoe komt daar dan een verdienmodel uit? Ik heb het nog niet helemaal helder. Nou, die landschapsontsiering ontstaat vooral omdat ze helemaal niet meer gebruikt worden. Als je de zon op dak doet, ontstaat er een verdienmodel dat je die constructie nog wel kunt onderhouden. Namelijk voor het winnen van zonne-energie. Ja, dan hebben we misschien wat verschil van inzicht over wat landschapsontsierend is. Want enkel er nog een nieuwe vervolgfunctie eraan geven met zonnepanelen. Ik weet niet of dat nou meteen ook iets doet met de landschapsontsierendheid. Kijk, als je mensen naar functieverandering willen, dan kan dat soms. Alleen hoe je dat dan zou moeten compenseren, zeg maar. Want u zegt, je mag ook best iets tegenover staan. Ja, zie ik nog niet zo in waar we dat dan vandaan zouden moeten halen. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Even een aanvulling eigenlijk op deze, want ik had hem nog openstaan. Dacht ik, wacht even keurig tot een mogelijk tweede termijn. Maar aansluitend eigenlijk op de vraag van de heer Jonkhans, heb ik ook gevraagd van waarom wordt er eigenlijk alleen maar gesproken over gebouwen in plaats van gebouwen. Hè? Het slopen van schuren en dan zogenaamde compensatiewoningen plaatsen. Ik kan mij... Aan mijn kant weer goed voorstellen dat je in plaats van die woningen nadenkt over ook andere vormen in het kader van andere opgaven. Bijvoorbeeld de energietransitie. Neem nou een aantal vierkante meters schuur dat je sloopt en zet daar ergens in de gemeente een zonnepark voor in de plaats. Zodat je die discussie ook een beetje vermijdt van het volbouwen met zonneparken, woningen, etc. van het platteland. Maar juist andersom gaat redeneren. We verliezen juist bebouwing, maar we doen er goede dingen mee. Een beetje aansluitend misschien op wat de heer Jonkans voorlegt. Ja, voorzitter, je kunt natuurlijk in zo'n notitie van alles opnemen. We hebben gekeken hoe kun je met compensatiewoningen kijken, hoe kun je naar functieverandering kijken. Er zit een stuk schuur voor schuur in, hè, wat we eerder bij een andere gemeente gehoord hebben. Maar het klopt, wij hebben niet opgenomen dat de sloop van een schuur kan leiden tot een zonneveld. Ik weet ook niet of dat zeg maar recht gaat doen aan ook eerdere discussies over dat onderwerp in uw raad. Zou mijn eerste voorstel niet zijn, voorzitter. Voorzitter, als ik mij even mag bemoeien met die discussie. Volgens mij is het zeer onwaarschijnlijk dat zonnepanelen op die oude schuren mogen, omdat er allemaal asbest op zit. Dus er mag toch geen zonnepanelen op. Voorzitter, als ik daar even op mag reageren. Ik heb duidelijk gezegd dat je dan eerst wel het asbest eraf moet halen. Dat voor het hoofdstuk praktische uitvoering. Ik hou één vraag over, voorzitter. Dat was toch nog een vraag van de heer Odink. En die ging, ja, wat doet u nou
als je net een beetje te weinig hebt, als je net iets onder of over de grens zit van die normen die wij stellen. Daarvoor geldt het wonderwoord maatwerk. En over die laatste paar vierkante meters hebben wij nog nooit moeilijk gedaan. Oh, meneer Odink. Ik mis nog één reactie op een vraag. Dat is rondom de uitvoeringsagenda. Ja, daarbij zeg ik het volgens mij goed dat wij proberen om de uitvoeringsagenda ook te koppelen aan wat straks in de omgevingsvisie komt. Daar proberen we mee te nemen. Dank u wel. Ik heb het gevoel dat een aantal mensen nu een vinger gaat opsteken in de zin van, ik heb nog geen antwoord of heb ik dat? Nee, niet. Top, beter. Is er dan behoefte aan een tweede termijn, is mijn vraag. Graag. Ja, heel goed. Meneer Bak, u heeft wat voor het. Ik maak wel even een rondje. Meneer Bak heeft sowieso iets voor de tweede termijn. Mevrouw Kelder. En meneer Van den Berg en meneer Odink. Dan begin ik bij meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gekregen op de mogelijkheid van die 2 of 3 ondereenkappers. Kijk, dat bedoel ik. Dat was een gemiste vraag. Oké. Meneer Odink. Ja, ik heb nog eigenlijk een. Ik weet niet eens of het al bij. Het is een juridisch dingetje. Dat is eigenlijk meer een opmerking waar misschien nog eens even handig is om naar te kijken. In de beleidsnotitie staat wel dat zeg maar, deze erven van kwaliteit ter vervanging is van de rood voor rood regeling. Alleen in dat raadsvoorstel wordt dat niet expliciet genoemd. Dus misschien is het toch nog even handig om ernaar te kijken. Zeg maar. Dus dat met deze regeling, de oude regeling, ook juridisch gezien komt te vervallen. Oké, ik vind het een technische vraag, maar neem aan dat de wethouder hem heeft begrepen. De suggestie. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog graag even weer de discussie aanzwengelen rondom de inritten. En dat ook even naar aanleiding van mijn eerste vraag die ik in de eerste termijn gesteld heb. We vinden het op zich goed dat er ruimte is vanuit de gemeente om maatwerk te leveren. Maar het antwoord van de wethouder was voor mij nog niet helemaal bevredigend. En ik ben ook wel even benieuwd hoe andere partijen naar kijken. Want volgens mij hebben we hier nog wel een punt van discussie te pakken hoe we daar mee om moeten gaan in deze regeling. En het zou mooi zijn als we dat met elkaar vanavond ook maar eens zouden kunnen beslechten. En eigenlijk is mijn voorstel om toch net even iets ruimer te gaan kijken. Want het is nu de regel in principe 1 erf, 1 inrit. Maar als een bestaande situatie al zo is dat er meerdere inritten zijn. Bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld van de inspreker. Dan zou dat als regel kunnen dienen en als uitgangspunt kunnen dienen, ook voor de nieuwe 1-erf-gedachte. Zomaar is een gedachte om hier in de raad eens te opperen. Ik ben ook wel even benieuwd hoe andere partijen daar naar kijken, alvorens de wethouder het antwoord geeft. Maar dat zou zomaar eens een oplossing in een stukje flexibiliteit kunnen zijn, waar wij een klein beetje meer kader geven, maar wel even geënt op de bestaande huidige situatie. Als ik daarop mag reageren, ja. Voorzitter. Nou, volgens mij, ik heb de wethouder duidelijk horen zeggen dat het afhankelijk is van de LICS, de landschapskaart. En er is ook ruimte voor maatwerk. Dus het is niet zo in graniet gehouden. Dus, en ik denk, laten we dat alsjeblieft aan de deskundigen overlaten. En laten we hier nou alleen de kaders stellen. En die kaders voldoen, wat mij betreft. Meneer Jonkhans neemt al een voorschot op het rondje waar meneer Bak op vraagt. Dank u wel. En dat wil ik er wel graag op reageren natuurlijk, voorzitter. Ja. Heel fijn dat de heer Jonkhans al zo proactief reageert. Maar volgens mij heeft de heer Jonkhans er dan niet heel veel van begrepen van wat ik gezegd heb. Heeft hij ook niet heel goed geluisterd naar wat ik gezegd heb. Mijn voorstel is echt een andere. Ga uit van de bestaande situatie. Daar hoef je niet heel veel qua regelgeving extra's in te doen. Het is een erf dat al gewoon is om 2 inritten te hebben. Dat is al gebouwd op 2 inritten. Dat is een natuurlijke situatie, om het maar even zo te noemen. En wij zijn voorstander om dat als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe situatie. En dat lijkt me niet heel veel extra regels en extra. Voorzitter, dan had de heer Bak de vraag anders moeten stellen van, bent u het met mij eens of niet? Maar dan moet u niet vragen van, wat vindt u daarvan? Nou ja, laten we die semantische discussie nu niet opstarten. Dat lijkt me heel goed, voorzitter, want als dat alle kracht is die de heer Jonkhans kan geven, nou goed. Prima. Ik heb volgens mij mevrouw Kelder nog openstaan om voor de tweede termijn. Ja, dat klopt. Zeker hoor ik dit nu van die 2 inritten, of meerdere inritten. Bekijk het in het maatwerken wat kan, wat past.
En als het al mogelijk is, waarom dan niet doen? Dus, maar verder heb ik de vraag van de beleidsnotitie, die vervangt rood voor rood de regeling. En dat is op basis van evaluatie gegaan. Wordt die beleidsnotitie over een jaar ook nog weer geëvalueerd? Of krijgen we tussentijds een bijpraatsessie van zo gaat het nu, dat komen we nog tegen, of dat zijn nog kleine aantekeningen die we moeten behandelen? Oké, dank u wel. Meneer Bak gaf aan dat hij graag voor de beantwoording van de wethouder zou willen weten hoe de raad denkt over zijn vraag. Van de Partij van de Arbeid is dat al duidelijk. 50 plus? Nou, ik zie veel meer in het standpunt van de heer Jonghans. Duidelijk, u sluit zich aan bij wat de Partij van de Arbeid vindt. Op koers? Ik had al aangegeven. U heeft het al gezegd, ja, ja, dat is zo. Ja. Meneer Rodemond, D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, als er een dubbele inrit is, al vind ik dit een wat detaildiscussie aan het worden. Maar goed, dan zie ik niet dat er een belemmering is om die dubbele inrit ook te gaan gebruiken. Maar inderdaad, Jonghans heeft al gelijk. Er is al ruimte voor maatwerk in het stuk. Dus hoef ik daar ook niet te veel moeite in te steken, lijkt mij. Oké, duidelijk. GroenLinks, meneer Jager. Inzet op maatwerk lijkt me in deze goed. En het gaat inderdaad over details. Dus ja, ik denk dat ik sowieso dit ook met mijn fractie zou moeten afstemmen. Om hier met een goed antwoord op te komen. Dank u wel. Ik denk dat meneer Van den Berg van het CDA. Ja, we kunnen instemmen met het voorstel van de heer Bak. Met een kleine toevoeging, mits de initiatiefnemer daarom vraagt. Meneer Odink. Ik sluit me aan bij datgene wat door meneer Jonkans al eerder verwoord is. Dank u wel. Dan geef ik nu graag weer het woord aan de portefeuillehouder. Meneer Breukelman. Ja, voorzitter. We hoorden van heel veel fracties hoe briljant rood voor rood wel niet was. Dus om dat nou zomaar af te schaffen is dan ook zo wat. Dus dat zal vast de reden zijn geweest waarom niet in de raadsbesluit is opgenomen. Maar we zullen daar zeker nog even naar kijken. Om dat te herstellen. Daarmee die vraag beantwoord. Ja, wordt er nog geëvalueerd? Ja, dat kunt u vinden in het inspraakverslag. Er zal een evaluatie van erfgoedkwaliteit plaatsvinden na een jaar. Om eens te kijken van, hey, wat heeft het nou gedaan? Wat heeft het nou voor een effect? Waar lopen we nog tegenaan? Gaat die sloopbank, gaat dat echt lopen? Komen vraag en aanbod bij elkaar? En daar gaan we u dan ook met graagte over rapporteren. En ik zou ook wel voor willen stellen om dan eens te kijken van hoe vaak is het nou aan de orde geweest dat het verhaal rondom de inritten zeg maar problematisch is. Want het gaat mijn voorzitter echt wat te kort door de bocht om nu meteen te zeggen van nou wij zijn maar een voorstander van die dubbele inrit. U moet uiteraard over 2 weken daar uw eigen afweging in maken. U kent de instrumentenbox van uw raad en griffie wel om daar wat aan te doen. Maar ik wil het toch echt benadrukken daarbij. We hebben ook met elkaar gezegd, je wilt kwaliteit in je buitengebied vasthouden. En dat betekent dat je ook moet kijken van, hoe zorg ik ervoor dat ik geen grote verrommeling en een hele erge verdichting in het buitengebied krijg. En om dat te voorkomen, ga je juist proberen te streven naar de één erfgedachte. Een clustering, een goede erfafscheiding, om zo ook te voorkomen dat je allerlei solitaire extra plekken krijgt. En ik kan me voorstellen, of ik haal maar even een denkbeeldige casus aan, voorzitter, waarbij iemand de wens heeft, iemand heeft een bedrijf gehad, zit een woning bij, wil graag de schuren afbreken en een compensatiewoning, heeft ook nog eens de wens dat die compensatiewoning op toch wel redelijke afstand van zijn eigen woning komt, ga je dan ook 2 inritten maken, betekent dat je gewoon 2 aparte erven naast elkaar hebt. En ik zie niet zo in waarom je dat op voorhand zou moeten doen. Dan laat je het verhaal van bestreven ook naar kwaliteit in het buitengebied laat je een beetje los. Af en toe speelt daar een verkeerskundig argument om het niet te willen. En daar waar het wel nodig is, omdat je met 1 inrit een onlogische erfindeling zou krijgen, daarbij zeggen wij, als dat het geval is, helemaal geen probleem. Dan gaan we met elkaar voor zorgen dat we op goede wijze 2 inritten invullen. En ik heb u ook gezegd dat het oversticht
de komende periode met ons mee gaat draaien. Die zullen dus ook adviseren in de casussen die langskomen. En zullen dus ook met een onafhankelijke blik daar hun mening op geven in de beoordeling van de casussen die we hier aan de orde hebben. En dan stel ik het me zo voor, maar u gaat erover, dat we volgend jaar, als we 1 jaar met de notitie onderweg zijn, ook dit aspect nog eens goed uitlichten in de evaluatie. Hoe vaak is het nou voorgekomen? Hoe vaak heeft het wel of niet tot problemen geleid? En dan zou ik zeggen, ja, wacht dat moment dan even af voordat u over 14 dagen misschien in mijn ogen, in onze ogen, wel wat iets te overhaaste beslissing maakt. Maar dat is uiteraard aan u, voorzitter. Voorzitter. Ik denk dat het niks te maken heeft, heer Bruggeman, met overhaaste beslissingen. Het heeft denk ik veel meer te maken met zorgvuldigheid, maar ook een stukje vertrouwen naar de buitenwereld. Want we hebben natuurlijk nu al wel concreet een case voor liggen. Laten we daar dan ook helder en duidelijk in zijn. Dus we kunnen al beginnen met tellen. Maar dat is misschien wel heel erg flauw. Ik denk dat er een oplossing zou kunnen zitten die nou ook in de oude rood voor rood regeling zat in bewoording. Volgens mij kiezen we hier voor een ja-mits situatie. Als je zegt van we kunnen 2 inritten vanuit de bestaande situatie realiseren. In plaats van een nee tenzij wat u zegt. Want in principe is het nee tenzij er goede argumenten zijn. En als je uitgaat van die situatie moet degene die er om vraagt heel veel voor doen om het gerealiseerd te krijgen. Want dan moet je argumentatie op orde hebben enzovoort enzovoort. En dat is een traject wat minder eenvoudig is voor degene die er om vraagt dan dat je naar een ja-mits situatie gaat. Het is mogelijk in bestaande situatie mits de situatie zich voordoet die u zelf net even schetste. En daarmee heb je volgens mij een relatief eenvoudige oplossing en zou je dit gewoon in gang kunnen zetten. Ja, voorzitter, ik vind het wel lastig om op casussen in te gaan, want dan zijn er ook nog wel wat andere argumenten. Maar goed, dat wil ik nu niet aan de orde brengen. U brengt zelf de casus in, meneer de wethouder. Nou, ik zei, ik heb een denkbeeldige casus. Dan brengt u hem toch in, denkbeeldig. Ik denk graag met u mee. Ja, maar die had geen 2 inritten. En u zei, ik heb een casus met 2 inritten, want dit is al nummer 1. Nee, uw casus kwam uit op 2 inritten op 2 verschillende bouwblokken. Nee, dus, voorzitter, dat zijn uw denkbeelden waar ik dan voor te beduren. Voorzitter, ik stel voor dat we collectief de band terugluisteren. En dan zult u erachter komen dat die casus niet 2 inritten had, maar dat de wens bestond voor een nieuwe casus met 2 inritten. Maar we gaan en u ziet het gebeuren, bij mij zijn er meteen al 2 inritten. Ja. En als we nu oppassen, heeft u al 2 casussen nu te pakken. Dat is ook gevaarlijk. Maar voorzitter, volgens mij ben ik helder geweest in de argumentatie waarom het college in eerste instantie, of in eerste aanzet, daar geen voorstander van is. En u maakt daar in al uw wijsheid uw eigen besluit op. Dank u wel. Dan rest mij nu de vraag of het als bespreekstuk of als hamer, meneer Van den Berg. Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehad op mijn 2 of 3 kapper. Ah. Ja, dat is toch een terugkerend ding. Dat is wel zorgwekkend dat ik dit voor de 2e keer vergeet. Het is handig dat u dat vergeet, maar mijn geheugen vergeet het nog niet. Ja, voorzitter, er worden mij nu trucken toegedicht die niet aan de kwaliteit van deze wethouder zijn toe te dichten, denk ik. Maar 2 of 3 kappers zijn zeker mogelijk. Dat kan. Zeker in zulke schuurconcepten zie je daar ook in de landen hele mooie voorbeelden van. Alleen, wij hebben niet de keuze gemaakt om dan te zeggen, nou, dan gaan zeg maar, de aantallen vierkante meters ook naar beneden. Ik denk dat de vierkante meters die wij hanteren in dit beleid helemaal niet aan de bovenkant zitten. Dat het een goede sloopmaat is. En woningen leveren ook een mooie plus op. Daar kan de sloop uitbetaald worden. Maar wij hebben niet gemeend om voor een 2 of 3 kapper dan ook maar de meters per woning naar beneden te halen. Vervolgvraag is, bent u bereid om met Vitaal Platteland hierover in gesprek te gaan? Voorzitter, uiteraard zijn wij bereid om in gesprek te gaan. Maar we zijn ook al een heel aantal keren in gesprek geweest. En kijk, het gemeentebestuur doet u een voorstel. Je probeert zoveel mogelijk af te stemmen met de partners in het veld. Die hebben ook zo hun eigen belangen en wensen. En ik denk dat dat wat er nu voor ligt een hele mooie mix is in ruimte die de gemeente biedt. We hebben allemaal hetzelfde voor ogen, namelijk kwaliteit in het buitengebied. U vraagt, wilt u in gesprek gaan? Ja, wil ik in gesprek gaan. Alleen, ik wil graag met u het gesprek nu hebben over deze notitie. En daar staan deze vierkante meters wel gewoon in.
Dank u wel. Dan stel ik nu toch nog mijn vraag. Gaat het als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad? Maar ik denk dat het een bespreekstuk wordt, hè? Ja. Heel goed. Dan zijn we bij agenda punt 6. Dat gaat over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de legalisatie van een motorzaak in een voormalig boerderijdeel. Behorend bij een burgerwoning op het perceel Koevoorderweg 121 in de Krim. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Jager, meneer Gelling. Meneer Rodermond. En meneer Wiet. En meneer Schuurman. En meneer Odink, ja. Meneer Jager, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed. Er is een zienswijze binnengekomen over dit onderwerp. En eigenlijk heeft onze fractie daar niet echt de tijd voor gekregen om die tot zich te nemen. Dus voordat ik begin met mijn vragen willen we eerst toelichten dat we die graag eerst zouden willen beoordelen. Verder hebben wij een vraag rondom de communicatie met de omgeving. Hoe is die tot nu toe verlopen? En op basis van welke type motoren is het geluidsonderzoek uitgevoerd? We hebben net gehoord dat het op Harley-Davidson motoren zou gaan. Is hiermee ook rekening gehouden met de activiteiten van het bedrijf buiten? Tot zover. Dank u wel. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de opmerking dat de VVD het wat, ja, wat is het goede werkwoord, onwenselijk vindt om te beoordelen of een situatie gelegaliseerd moet worden die zich al 29 jaar voordoet. Daarmee lijkt het een wat onbehoorlijke situatie om te zeggen dat het niet meer zou mogen. Want als je iets 29 jaar gedoogt, waarom zou je dan in jaar 30 dat niet meer doen? Dus dat vinden wij primair. Hoe heeft het zo lang kunnen duren? Is er niet eerder de mogelijkheid geweest iets te doen? Maar beperkend tot één vraag zouden wij het college willen vragen wat nou precies uw beleid is ter zake het al of niet legaliseren. En dat doe ik in relatie tot een schriftelijke vraag die wij onlangs gesteld hebben over eenzelfde situatie waar de gemeente niet wilde gedogen. Er is gelijk geen handhaven en daarbij verwijst het college heel duidelijk naar jurisprudentie die ter zake dit soort van gelegenheden van kracht is. En wij zouden graag de relatie daarin uitgelegd willen krijgen. Dus kortom, wat is het beleid ter zake het al of niet legaliseren en of handhaven ter zake situaties in strijd met het bestemmingsplan? Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Schuurman. Nou, het is jammer, maar meneer Gelling die had me alle vragen net voor de voeten weg. Dus ze zijn beantwoord. Ze zijn gesteld voor u. Gesteld. Ja, heel goed. Meneer Wiet. Ja. Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ik had een vraag, een verlengde van de heer Jager. Er is een zienswijze ingediend. Dat lees ik even kijken op de ontwerp omgevingsvergunning van 11 april tot 22 mei. Maar ik kan de zienswijze niet terugvinden in de stukken. De vraag is, wat staat er in de zienswijze en of het is overgenomen? Dan nog een vraag, dat is mevrouw Pennekoff heeft net ingesproken. En ze zegt dat ze een klacht heeft ingediend en dat het schriftelijk is gebeurd. En de vraag is eigenlijk of de wethouder op de hoogte is van die klacht. En zo ja, wat ermee is gebeurd. Dat waren we. Ja. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie hadden we eigenlijk helemaal niet zo heel veel bedenkingen bij de voorbereiding op dit dossier. Dus, maar door de inspreker zijn er wel een aantal... vragen opgepopt, waarvan de meeste ook al gesteld zijn. Ik wil nog graag even goed snappen. We hebben het hier over een verklaring van geen bedenking. Hè? Dus feitelijk komt dit stuk nog eens een keer weer terug en wordt ook weer formeel ter inzage gelegd. En dat zien wij ook terug, hè? Omdat er op 19 maart al zeg maar, een zienswijze is ontvangen. En waarvan op een gegeven moment met de indiensten daarvan is afgestemd. Dat zij de zienswijze opnieuw kunnen indienen wanneer de verklaring van geen bedenking tot de ontwerpbeschikking ter inzage komt te liggen. Maar wat betekent het nu wel, als wij als raad nu wel of niet bedenkingen hebben rondom zeg maar, deze legalisering? Stel dat wij met elkaar zeggen als raad,
wij kunnen die verklaring van geen bedenking niet afgeven. Wat betekent dat vervolgens? Of juist wel, hè? Waar vallen wel of niet rechten rondom, zeg maar, nou ja, zaken als deze zienswijze? Ja, dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik ben zelf erg benieuwd naar de antwoorden op de vragen van de heer Gelling. In zaken de lange termijn waarop het een en ander is gedoogd. Ik ken ook vanuit mijn eigen achtertuin betreffende motorzaak. En met de heer Odink had ik zelf weinig punten in te brengen, totdat ik toch wat schrok van het verhaal van mevrouw Penninghoff. En dan met name dan in haar relaas dat de eigenaar van het pand in haar woorden dan agressief zou zijn. En dat er geen enkel gesprek mogelijk is tussen haar en de eigenaar van het pand waar we het hier over hebben. En daarmee is eigenlijk mijn vraag. Mochten wij meegaan met het gehele voorstel om dit allemaal te gaan legaliseren, is dan in ieder geval het college bereid om te gaan kijken naar een bemiddelende rol tussen de buurt en dan specifiek de inspreekster en de eigenaar van het pand. Omdat we denk ik wel allemaal een verantwoordelijkheid in deze hebben om de leefbaarheid in het hele gebied op orde te houden. En dat we niet alleen maar moeten kijken naar één punt in deze. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de portefeuillehouder die ik graag... Voorzitter, zou ik nog één vraag mogen toevoegen? Vooruit dan maar, meneer Van den Berg. En de vraag is er in het verleden ook een gedoogbeschikking afgegeven? Dank u wel, voorzitter. De casus aan de Koevoordeweg 121. Die, zoals ook u heeft kunnen lezen, al een hele tijd toch onder de radar heeft kunnen blijven. Al sinds 1991 daar gevestigd. In die zin planologisch niet eerder in beeld geweest, volgens mij. Ik heb wel... de luchtfoto's uit ons systeem terug kunnen halen tot 2003. En ook toen stond het grote advertentiebord aan de weg, wat de heer Van den Berg ook noemde, al op die plek op een hele winterige januari of februari dag in 2003. Enkele jaren geleden is daarover inderdaad een klacht ingediend. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En de VVD vroeg van waarom ga je nou in deze casus wel tot legalisatie over en doe je dat misschien in een andere casus niet? Het is zo dat de wetgever de gemeente verplicht om bij het aantreffen van een illegale situatie een inschatting te maken of daar sprake kan zijn van legalisatie ja of nee. En dat doe je uiteraard... in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. En zo kan het dus zijn dat je in de ene casus zegt, ja, hier kan ik in afwerking van een goede ruimtelijke ordening wel komen tot legalisatie van activiteiten en elders niet. En dat is dus verschillend per casus, maar de wetgever geeft wel de verplichting aan om dat te onderzoeken. En dat hebben we dus ook hier gedaan. Het is aan het licht gekomen doordat een melding bij handhaving destijds geweest is. De heer Rodemond vroeg ook, ik geloof ook de heer Jager, naar de communicatie in het gebied. Hoe is dat verlopen? Bent u bereid om gesprekken aan te gaan, et cetera? Ja, dat is ook al gebeurd. In 2018 is ook onze burgemeester in het gebied geweest om te proberen daar, zeg maar, te mediaten tussen partijen. En dat is ook een taak die blijft voor ons, denk ik. En daar waar een kans zich voordoet om partijen bij elkaar te brengen, zullen wij dat zeker niet nalaten. Maar wij komen wel tot de conclusie dat deze activiteiten, die er dus ook al zo lang zijn, daar kunnen passen. Dat die daar
in goede overeenstemming met de ruimtelijke ordening te maken zijn. Dat laat het geluidsonderzoek ook zien dat deze activiteiten op die plek kunnen. Er werd nog een, even aangehaald, ja, wat betekent dat dan als er getest wordt buiten bijvoorbeeld. Dat is in de maakwerkvoorschriften opgenomen, dat er dan sprake moet zijn van geluiddemping. Dus, en al dat soort verzetten wordt ook wel gedacht en wordt ook in de ruimtelijke onderbouwing weergegeven. Wat betekent wanneer er geen VVGB wordt afgegeven? Ja, als u dat niet wilt, hè, dan gaat u ongetwijfeld daar goede ruimtelijke argumenten voor aanleveren. En dan zal het college terug moeten gaan en kijken van, hé, hoe gaan we hier nu mee om? Maar zonder uw verklaring van geen bedenkingen, ja, komen wij niet tot legalisatie. Nou, waarom leggen we deze hier zo specifiek voor? We hebben vorig jaar met elkaar die lijst met categorieën vastgesteld. Op basis van jurisprudentie van de Raad van State. En we konden bij deze niet helemaal goed inschatten of deze nou in een van die door u aangewezen categorieën viel, waardoor we niet meer naar de Raad zouden moeten. Daarom hebben we gezegd, nou, dan is het wel zo volledigheidshalve om dit gewoon aan uw Raad voor te leggen. Dan voorkom je ook dat daar in een eventueel bezwaar beroepsprocedure ruis over ontstaat. En daarom ligt dit voorstel aan u voor. De zienswijze was in die zin ook wat prematuur ingediend. Als u het ontwerp straks aanneemt, gaat die ter inzage. Dan is er ook de ruimte om zienswijzen in te dienen. We zullen ook degenen die daar redelijk vroeg mee waren op wijzen dat die periode dan gestart is. En die krijgt u dus straks ook bij de definitieve vaststellingen te zien. Met een commentaar van het college daarbij. Dan moet ik even heel goed opletten dat ik geen vraag vergeet. Is er eerder een gedoogbeschikking geweest? Nee, voor zover ik weet is dat niet het geval geweest. En toch heb ik alle vragen beantwoord, voorzitter. Voorzitter? Ik zie nog drie vingers de lucht in gaan. Meneer Jager, ga je gang. Ja, ik heb toch mijn vraag niet helemaal volledig beantwoord gekregen. Ik heb inderdaad het horen gekregen hoe het zit met de activiteiten buiten. Maar ik had nog een vraag over welk type motoren is gebruikt bij het geluidsonderzoek. Want we horen dat het over Harley-Davidson motoren gaat, die zijn nogal luid. En ik denk dat dat niet geheel onbelangrijk is. Ik begrijp dat het een technisch detail is, maar ik denk niet geheel onbelangrijk. Ja, voorzitter, ik hou wel van ronkende motoren, maar dan vooral in auto's. Dus misschien kunnen we die vraag nog even schriftelijk afdoen. Welke type daarvoor gebruikt is, dat heb ik zo niet paraat. Meneer Rodemond stak ook zijn vinger op. Meneer Gelling ook, ja, maar eerst meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Gemakshalve beschouw ik dit mijn tweede termijn in ieder geval, omdat ik een aanvullende vraag heb. Ik heb inderdaad vragen gesteld rondom. Was nog niet met de tweede termijn begonnen, nee. Meneer Rodemond. Dan wacht ik desnoods even af. Want ik vermoed dat meneer Gelling een aanvulling heeft of iets mis nog uit de beantwoording. En dan gaan we daarna naar de tweede termijn. Ga u gang, meneer Gelling. Nou, voorzitter, u mag beoordelen of dit een aanvulling is of een tweede termijn. Het is mij maar even. Dus als meneer Rodemond een tweede termijn wil ik me alle plezier meedoen in de tweede termijn. Ja, dat vind ik ook goed. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn. Zijn daar nog meer mensen die daar gebruik van willen maken van de tweede termijn? Ja, meneer Gelling en meneer Rodemond is me helemaal duidelijk. Maar ik bedoel aanvullend daaraan. Nou, dan ga ik weer terug naar meneer Rodemond. Ga uw gang, meneer Rodemond. Voorzitter, mogen mijn dank onmetelijk zijn. Ik heb vragen inderdaad gesteld in de eerste termijn over de communicatie en dan eigenlijk meer de toekomstige communicatie met de buurt mochten we overgaan tot legalisering. Ik kan me daarbij ook voorstellen, even refererend aan een andere casus voor legalisering van bedrijfsactiviteiten nabij Balkenbrug, dat we ook wat voorwaarden hebben gesteld aan de bedrijvigheid daarbij. In samenspraak ook weer met de buurt misschien. Ik wil dit als handreiking doen aan de wethouder en graag een reactie daarop. Kunnen we met legalisering ook een aantal voorwaarden aan het bedrijf meegeven ten aanzien van onder andere geluid, stank en anderszins overlast? Dank u wel. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. In aanvulling op de beantwoording van de wethouder zou de VVD-fractie toch graag zien dat er wat meer kader komt ter zake het bepalen van het al dan niet handhaven of het al dan niet legaliseren van dit soort situaties. Want ik kan mij toch sterk, of kan mij niet aan de indruk onttrekken dat heel veel ondernemers die in eenzelfde situatie zitten, en dat zijn er nogal wat, ik kan er wel een lijstje voor aanleveren,
zich toch afvragen van ja, wanneer wordt er nou gerealiseerd en of wordt er gehandhaafd en is het daarvoor van belang of iemand daar iets van vindt en of als je niks hoort, dan kun je gewoon in gang gaan. Dat vindt de VVD-fractie te onduidelijk en we willen daar graag een keer nader over in gesprek, want daar zijn gewoon de kaders niet helder voor. En ik denk dat dit soort van gevallen dat wel vraagt en nogmaals, wij vinden na 29 jaar dat je deze discussie niet meer zo heel erg inhoudelijk kan voeren, omdat het echt veel te lang geduurd heeft en dan zou het onbehoorlijk zijn om dat nu weer te doen. Maar voor het vervolg vind ik het echt te onduidelijk om in eigen inschatting te beoordelen of iets wel of niet kan worden gelegaliseerd. Het is of handhaven of duidelijkheid verschaffen en dat kan geen 29 jaar duren en ook wat ons betreft geen 2 jaar. Dank u wel. Meneer Breukeman. Dat waren de vragen. Ik wil u graag weer het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij leven volgens mij in een land waar heel duidelijk is aangegeven wat wel en wat niet kan. En wat wettelijk mogelijk is en wat wettelijk niet mogelijk is. En welke richtlijnen, regels, begripsbepalingen, etcetera, daar allemaal wel niet aan toekomen. En dat geldt ook voor deze casus. Er moet gewoon worden voldaan aan de, aan de regels voor een goede ruimtelijke ordening. En dat behelst een hele hoop dingen, waaronder ook het geluid. En daar wordt aan voldaan, dat laten de onderzoeken ook zien. Er is ook een maatwerkvoorschrift geluid van de omgevingsdienst. Als u het op prijs stelt, wil ik u die best sturen met alle voorschriften die daarin staan. Volgens mij is dat ook een afdoende antwoord op de vraag van de heer Roodmans als het gaat om het stellen van allerlei voorwaarden voor dergelijke bedrijvigheid. En het heeft volgens mij niet zoveel zin om per casus daar nog eens allerlei extra randvoorwaarden aan op te hangen. Die hebben we volgens mij voldoende, voorzitter. En ik vind het wat lastig om te reageren op lijstjes en casussen die ik niet ken. Er wordt wel heel wat bij gesuggereerd, suggesties aan de hand gedaan. Maar ik beperk me vanavond maar even tot deze casus die hiervoor ligt, wat volgens mij gewoon een prima ontwikkeling is, die er al heel lang zit, die ook goed te gedogen is, waar ondernemerschap plaatsvindt, die ik in ieder geval in onze gemeente toejuich, waar een vervolgfunctie wordt gegeven in een schuur, zou ik haast willen zeggen. Dus ook een hele mooie relatie heeft met het vorige onderwerp als het gaat om functieverandering. En ik zou zeggen, wij zijn daar in ieder geval positief over en hopen dat uw raad ook als zodanig beslist. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, toch nog even een opmerking. Want wat we met de wethouder eens zijn, is dat wij natuurlijk ook toejuichen dat ondernemers niet al te ver weggelegd wordt. Alleen zou daar wel wat consequent beleid in mogen worden ontwikkeld. En u zegt, ik ken de situaties niet. Nou, ik ben met meneer Van den Berg eens. Deze situatie op deze locatie heeft u nauwelijks kunnen ontgaan. En het is geen winkel waar bloemzaad wordt verstuurd per post. Het is echt duidelijk dat aan een bedrijf zit. En als u dit al niet gezien heeft, maakt de VVD zich wel wat zorgen over uw betrokkenheid en bekendheid met overige ondernemers die in dezelfde situatie zitten. En vandaar juist de vraag dat het u zou sieren als u de moeite zou nemen met die ondernemers die zich afvragen of ze ergens zitten waar ze mogen blijven zitten, dat u dat serieus neemt en niet 29 jaar wacht om dan met een vraag hier te komen of al die legaliseren van een situatie die in strijd was met bestemmingsplannen. Ja, spitsvondige voorzitter, maar blijkbaar is het ook zo dat de bedrijfsvoering van deze initiatiefnemer in 30 jaar niet geleid heeft tot overlast, hinder of wat dan ook. Als dat wel het geval is en men doet een beroep op handhaving bij de gemeente, dan zijn ook gewoon de regels en voor iedereen gelijk. En dan geldt voor iedere casus dat je gaat kijken, kan hier sprake zijn van legalisatie, ja, of kan dat op deze plek niet. En als het niet kan, dan is dat jammer, maar helaas, dan houdt het op. Dan hebben we ons uiterste best gedaan om te kijken hoe we iemand kunnen faciliteren, hoe we mee kunnen denken, maar dan kan dat niet. En in deze casus denk ik dat het wel kan en dat het een prima plek is en een goede ontwikkeling. En zie ik de bezwaren niet. En uiteraard staan we open om nader in gesprek te gaan over casussen die u dan blijkbaar in de binnenzak heeft. En dat kan ongetwijfeld via uw agendacommissie of Grievie geregeld worden. Alleen helder is volgens mij dat in deze casus die voor ligt het prima kan en daar waar het allemaal niet kan, dan zal dat zijn omdat het niet in overeenstemming te brengen is met een goede ruimtelijke ordening. Meneer Hoogmans, ik ga eerst even naar meneer Rodemond, want die was voor u. Ja, ik stak wat bescheiden mijn hand op, mogelijk heeft u dat gemist. Dank voor de tijd nog eventjes. Ik reageer toch even op de beantwoording van de wethouder
die in de antwoorden naar meneer Gelling in ieder geval ziet dat hij dit een hele goede ontwikkeling vindt. Die plaatsvindt in een gebied waarin dat prima kan. Ergens deel ik die mening. Ik zei u al, lezend het stuk op voorhand had ik ook verder geen bedenkingen. Alleen hebben we dus te maken met minimaal één omwonende die wel bezwaren ziet in dit gebied. En ik wil ook graag een gemeente zijn met ons allemaal die ook oog heeft voor dit soort zaken. En dan kunnen we wel heel vrij technocratisch beantwoorden. We hebben instrumenten om overlast te beperken. Die heeft u ook aangehaald. Die staan ook wel in de stukken. Alleen denk ik dat de beleving van de omwonenden ook anders zegt. En dat we afspraken met elkaar moeten maken. En of dat via communicatie gaat of via allerlei extra bepalingen die ik suggereerde. Als het een leefbare situatie voor beide partijen is, ben ik al zeer tevreden. En ik hoor u nog niet echt uw best doen om die twee partijen echt bij elkaar te krijgen. Ik vind het iets te gemakkelijk hoe u daarop antwoordt. Voorzitter, op die laatste woorden wil ik heel graag reageren. Want dat raakt me bijzonder. En dat is niet de eerste keer dat de heer Rodemond die toespeling hier maakt. Dat de gemeente nalatig is in communicatie. Of dat wij niet voldoende proberen om partijen bij elkaar te brengen. En dat werp ik, voorzitter, echt verre van mij. En dat doe ik in die andere keren ook. En ik zal u vertellen waarom, heer Rodemond. We hebben heel vaak casussen aan de hand waarbij mensen het niet eens kunnen worden. En waar wij, door keukentafelgesprekken te voeren, door bij de mensen langs te gaan, door de mensen aan de voorkant uit te nodigen, kijken, kunnen we die mensen toch bij elkaar brengen, waardoor er geen zienswijzen op tafel komen. Want geen zienswijze is voor iedereen een veel prettige route. Geen zienswijze betekent geen bezwaren, geen beroep, geen ellenlange procedures bij de Raad van State, geen gedoe in uw raad met allerlei insprekers tegengestelde belangen. Het is in ieders belang om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk probeert om in de harmonie van de omgeving ontwikkelingen te laten doorstaan. En ik heb u ook gezegd dat in 2018 de burgemeester een aantal keren op de locatie is geweest. Ik heb mevrouw Pennekoff een keer bij mij aan tafel gehad. Maar het wil niet zeggen dat als je het een keer in een casus niet eens wordt met elkaar, dat daarmee alle ontwikkelingen maar stil liggen. En het wil ook niet zeggen dat als mensen gebruik willen maken van hun recht van zienswijze, bezwaar of beroep of wat dan ook, dat daarmee de communicatie altijd maar onvoldoende is geweest. Dat, voorzitter, wil ik toch eens een keer heel helder markeren hier. Voordat het een punt is wat iedere keer terug blijft keren. En ja, natuurlijk, als er ook naar de vaststelling nog steeds onrust blijft bestaan in het gebied, natuurlijk willen wij dan in gesprek. En natuurlijk wil ik mensen nog eens een keer bij elkaar aan tafel brengen. Ik zou bijna zeggen, we doen haast niet anders. Maar om te zeggen dat te gemakkelijk is en dat wij te gemakkelijk maar zeggen, ach, technocratisch, het past allemaal binnen wet en regelgeving, et cetera. Dat, voorzitter, werp ik echt ver en ver van mij. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder die maakte een link met het vorige onderwerp. En dat vind ik wel grappig, want als je het uiteindelijk hebt over vrijkomende agrarische bebouwing, dan zou dus er zomaar eens een keer kunnen zijn dat iemand die van plan is om aan Hardy's te gaan sleutelen en te gaan verkopen, langskomt bij de wethouder van, goh, ik zou dat best graag willen doen in het buitengebied. Zou u, als er zo iemand langs kwam met exact dezelfde omvang van de bedrijvigheid als in dit geval, zou u dat een goed idee vinden? Nou, voorzitter, dat is absoluut maatwerk. Op heel veel plekken kan het ook niet, omdat het niet past in de omgeving of niet in de landschaptypes. Maar daar waar al een mix, en dat heeft u ook in het voorstel kunnen lezen, daar waar al een mix is van woningen en bedrijvigheid in het lint, et cetera, en waar die activiteiten zich voordoen, daar moeten we kunnen kijken, kunnen wij ook vervolgfuncties stimuleren. Maar het is niet zo dat ik daarmee nu een uitnodiging heb gedaan om iedere leegstaande schuur maar tot Harley-verkoopplaats om te turnen. Voorzitter, kunnen we ons nog gewoon houden aan de agenda? En niet met als dan scenario's beginnen? Het haakt aan het onderwerp, meneer Bakhuis. Dus wat dat betreft vind ik het wel bij de agenda horen. Maar ik geloof ook niet dat we op deze vraag verder gaan op dit moment. Dus dat lijkt mij bij deze ook afgedaan. Gaat het als bespreekstuk of een hamerstuk naar de raadsvergadering? En ik heb zomaar het vermoeden dat het een bespreekstuk wordt. Een hamerstuk. Ik wil toch wel graag bespreekstuk. Ja, dat idee had ik al, dat er een aantal mensen er een bespreekstuk van willen maken. Oké, bespreekstuk.
Agenda punt 7, sluiting van de klimop in de Krim met ingang van 1 augustus 2020. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Van de Grampel, mevrouw Meijerink en meneer Schuurman. Mevrouw Meijerink, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Op zich het raadsvoorstel waarin wij gevraagd worden om tweetal dingen te besluiten. Op zich kunnen we daarmee instemmen, maar we waren wel wat verrast. Want in eind april en begin mei hebben we natuurlijk het IAP aan de orde gehad. Daar hebben we uitdrukkelijk gevraagd van hoe zijn de ontwikkelingen passend? Hè? Zijn de ontwikkelingen wel meegenomen? Want wij zagen wat andere dingen die volgens ons niet meegenomen waren. Toen zei de wethouder, nee, het is allemaal in lijn zoals besproken met de schoolbesturen. En nu een kleine 5 maanden later worden we geconfronteerd met de klimop die gaat sluiten. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe die gesprekken dan gegaan zijn. En hoe kan dit dan, hoe is dit ontstaan en hoe is de wethouder daarin meegenomen? Of is de wethouder heeft de wethouder net als wij het in de krant gelezen op 11 oktober of 12 oktober en hebben we om 19 oktober de brief ontvangen? Dan wordt er in het stuk gerefereerd dat Onderwijs Arcade heeft besloten om de klimop en het palet in Harderberg samen te voegen. Dat is natuurlijk niet het geval. De klimop gaat dicht en Arcade kiest ervoor om de school op stap samen te voegen met het palet. Dit is niet als risico benoemd, maar ik wil ook graag weten of dat ook een risico met zich meebrengt. Hè. Op stap is de school voor het asielzoekerscentrum. Daar zitten meer dan 100 kinderen. Het palet is echt een hele kleine school al jaren. Dus zijn daar risico's voor ons als gemeente dat we daarmee akkoord gaan? En kunnen wij daar ook niet mee akkoord gaan? Of gaat Arcade daar zelf over? Of moet elke school een eigen losse entiteit zijn? Dus zijn benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. En de ondergrens van 23, die benoemt u in het raadstuk, maar die wordt ook benoemd in de brief van Arcade. Maar wij zijn van mening dat het ministerie voor de gemeente Harderberg een andere ondergrens heeft aangewezen voor 2018-2023. Ook daarin horen we graag wat de wethouder daarvan vindt. En we zijn ook heel erg benieuwd wat voor gevolg dit heeft nu er niet 2 scholen, maar 1 school naast het MFA in de Krim komen. En of dat misschien was het de klimop die het wat tegenhield, waardoor of kan nu toch misschien versneld die school toegevoegd worden, waardoor het MFA nog een extra subsidie kan krijgen? Nou, dat waren zo onze vragen. Dank u wel, meneer Van de Grampel. Dank u wel, voorzitter. Ja, als het over het onderwijs gaat, dan hebben we daar als gemeente eigenlijk heel weinig over te zeggen. Zeker als het gaat over sluiting van scholen. We snappen de reden. Laat onverlet dat we het ontzettend jammer vinden dat een school in een kleine kern geen bestaansrecht meer heeft. Want juist het hebben van een school draagt actief bij aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van zo'n kern. We hopen dan ook op een goede overdracht van de leerlingen. Maar nog wel een vraag aan de portefeuillehouder. Voorziet u nog consequenties hiervan voor het leerlingenvervoer? Dank u. Dank u wel, meneer Schuurman. Nou, er blijft vanmiddag 1 ding over. En dat is het leegkomende pand. Wat gaat daarmee gebeuren? Is er al over nagedacht? Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Ik loop ze maar eventjes langs en ik begin maar even in volgorde zoals die net ook ging. Het IAP, of wij het niet eerder hebben kunnen weten. Dat was toen in ieder geval allemaal nog niet in een stadium waarin dat voor het IAP op dat moment relevant was. Het is een besluit wat natuurlijk bij de stichting Arcade begint. Want dat is de stichting die op een gegeven moment zich moet afvragen of ze dat nog rendabel vinden, of ze dat nog kunnen waarmaken om daar goed onderwijs te bieden. De leerlingenaantallen zijn al een aantal jaar aan het dalen, alleen de aanmeldingen voor het komende jaar, voor dit jaar, waren zoveel lager. Ze dachten er al een tijd over na, maar het had natuurlijk ook anders kunnen lopen. Maar dat was eigenlijk het moment waarop in ieder geval de stichting zei, nu is het eigenlijk niet meer te handhaven. 18 leerlingen moet u zich voorstellen op een school.
De norm van 23 die u net noemt, dat is de absolute opheffingsnorm volgens de wet. De norm waarop je daarover kan praten, dat is die andere die u bedoelt in de stukken, die 56 onder andere voor de gemeente. Maar 23 is echt de ondergrens en daar zakken ze vanaf met de ingang van dit jaar onder. De fusie met het palet die heeft ermee te maken dat de school op het AZC die hangt onder de klimop. Dat is logisch, dat is ook afgesproken met de basisscholen in de gemeente. Dat Arcade zou feitelijk het beheer of de administratie over de school voeren. Als de klimop dan ophoudt te bestaan, dan is er geen moederstichting, zou je kunnen zeggen, meer voor op stap. En daarom is ervoor gekozen om dat in ieder geval administratief onder het palet te brengen. Wat dat risico betreft, nou het is juist geen risico, we zijn er heel blij mee. Het zou veel problematischer zijn voor de gemeente, maar ook voor de leerlingen op het AZC, maar ook voor de andere samenwerkende scholen, als dat niet zou zijn gebeurd. Dan de gevolgen voor het MFA. Wij hebben ook gedacht, goh, wat betekent dat? Dat hebben we natuurlijk ook nagekeken. Het betekent eigenlijk in die zin, kan het gunstig zijn omdat je nog maar met één school te maken hebt. Je hoeft dus minder in de samenwerking tussen de scholen rekening te houden met het ontwerp en eventueel overleg en extra ruimtes. Je kan daar nu gewoon in het MFA één school aan vastbouwen. En dat zal ook gebeuren. Want natuurlijk, even voor alle duidelijkheid, er is natuurlijk een school nog in de Krim, een basisschool. Dat is de christelijke basisschool. Die heeft veel meer leerlingen. Die zit helemaal niet in de buurt van dit soort cijfers. En die zal dus nu in zijn eentje naar het MFA. Dus dat wat betreft de vragen van mevrouw Meijerink. De consequenties voor het leerlingenvervoer die zien wij op dit moment niet concreet. Ook omdat natuurlijk de christelijke basisschool in de Krim blijft bestaan. Dus eventueel vervoer wat al naar de Krim heen en weer rijdt, blijft dat ook waarschijnlijk doen. En het pand, daar zijn nog geen plannen voor. Het was natuurlijk sowieso al zo dat we van plan waren dat beide scholen al naar het nieuwe MFA zouden gaan verhuizen. Daar hebben we ook dat locatieonderzoek voor gedaan. Dus de vragen over wat doen we met het pand, die stonden wel al op de agenda, maar nu nog niet. En die komen, daar zullen we zeker naar gaan kijken. Ik denk dat dat de belangrijkste vragen zijn, voorzitter. Ja, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Meijerink. Nou, ik zou graag nog even ingaan op één ding. Want ja. U zegt op stap moet gekoppeld worden aan een school. Er wordt niet gekozen om te kiezen voor de kern, wat ook gewoon een vitale openbare school is in de Marslanden. Ook qua afstand het meest dichtbij. Maar gekozen voor het palet, waar vorig jaar ook nog maar 33 leerlingen op school zaten. Die er dan straks opeens 100 leerlingen bij krijgen die niet op de locatie zitten, maar wel meegeteld worden. Is dat, dat bedoelde ik, maar is dat geen nadeel voor ons als gemeente? Want die absolute opheffingsnorm zit bij ons toch wel op 56. En als dat 3 jaar lang blijft, kom je ook niet meer in aanmerking voor nieuwbouw. En niet dat ik een school niet weg wil, maar ik vind wel dat een school ook een soort van bestaansrecht moet krijgen. Vooral we in een gebied zitten waar, kijk, op 3 kilometer afstand is een openbare school van het palet. Het is niet dat het niet in de buurt is. De keuze voor het palet die komt bij Arcade vandaan, maar dat is natuurlijk wel in overleg gegaan met de andere scholen of de andere stichting, zoals Schono hier in de gemeente. Het is wat dat betreft prettig dat het naar het palet gaat, juist omdat hij minder leerlingen heeft. Die profiteert als het ware een tijdje mee van het leerlingaantal wat er bij op stap zit. Het is geen risico voor de leerlingen van het palet, want die leerlingen van op stap die komen daar helemaal niet. Op stap heeft ook gewoon een eigen directeur en eigen docenten. Dus de leerlingen van het palet merken daar net zo weinig van als de leerlingen van de klimop dat in de Krim hebben gemerkt. Het is een administratieve constructie, die is logisch, dat gebeurt ook vaker. Dat zie je ook bij andere gemeentes waar AZC's zijn. Een van de scholen neemt de AZC-school onder zijn vleugels. En in overleg met de bestaande stichtingen is dat ook Arcade geworden. Juist omdat die kleinere scholen heeft die ook dan nog baat hebben bij het feit dat ze administratief de klim op stap beheren. Ik wil ook graag even benadrukken dat het mij ging om de financiële risico's. Hè, omdat die school, we hebben een nieuwe IHP natuurlijk niet, maar er stond ook nieuwbouw gepland voor Heemse. En met de lage aantallen die we op sommige scholen hebben, kijken wij daar als VVD wel wat kritisch naar.
Dat begrijp ik en dat vinden wij op zich als college natuurlijk ook jammer. We zien liever geen scholen verdwijnen. Aan de andere kant vinden we goed onderwijs voor de kinderen het allerbelangrijkst. En op een school van 18 leerlingen wordt het ook wel heel erg moeilijk om die ondergrens van de kwaliteit van het onderwijs nog te garanderen. Dank u wel. Gaat dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering? Hamerstuk. Hamerstuk, ja, dank u wel. Dan zijn we bij agenda punt 8 en dat is de borgstelling saneringskredieten schulddienstverlening. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Van der Grampel en meneer Schuurman. Meneer Schuurman, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we lezen in een stuk dat ook andere instellingen geld kunnen geven, krediet kunnen geven, wat geen banken of dergelijke instellingen zijn. Is daar een bepaald risico mee? Stel dat zo'n bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. Wat gebeurt er dan? Ja. Ze staan onder geen enkel toezicht. Banken staan wel onder toezicht. Hoe kijken we daar tegenaan? Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Inhoudelijk staat de ChristenUnie geheel achter dit voorstel. Ik heb eigenlijk alleen een vraag over een van de laatste paragrafen in het raadsvoorstel. Als ik lees dat de aanbesteding nog niet gestart is, is mijn vervolgvraag, is er dan eventueel nog sprake van een risico als op 1 april de huidige overeenkomst met de GKB Assen zou aflopen? Ja, dank u wel. Dat waren de vragen, dus ik kijk weer achter mij. Naar de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Ik ga nu de andere kant om. Meneer Van der Grampel, er is geen risico dat op 1 april onze inwoners die gebruik maken van schuldhulpverlening niet meer worden geholpen. Want wij hebben met de GKB afgesproken dat die het blijven doen zolang het nodig is. De aanbesteding feitelijk heeft vertraging opgelopen met onder andere door dit punt, maar ook door een aantal andere juridische zaken die we hebben uitgekozen. En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met ingewikkelde aanbestedingsprocedures. De GKB heeft toegezegd, tot wij beginnen met onze nieuwe aanbieder, blijven zij gewoon doen wat ze nu ook voor ons doen. Dus in principe, wat ik u eerder heb gezegd, blijft overeind. Onze inwoners zullen hier geen last van ondervinden, hopelijk baat bij hebben. Wat betreft het risico bij dit soort bedrijven, het toezicht op banken is natuurlijk zo ongelooflijk streng. Dat is niet te vergelijken met deze sector. Sowieso zou je ook kunnen zeggen dat de toezicht op de gemiddelde bank ook helemaal niet is wat er bij de kredietbank of dat soort zaken. Dat is echt een aparte tak van sport. Het is wel zo dat met name die saneringskredieten, daar heb je nou eenmaal zo'n vergunning voor nodig. En als je dat niet hebt, dan moet er iemand borg staan. Maar dat is niet het hele werk wat die bedrijven doen. Ze doen natuurlijk nog veel meer hulpverlening. Dit is een klein deel daarvan. En als zij dat voor ons uitvoeren, dan staan wij garant inderdaad juist om die verantwoordelijkheid over te nemen. Er zijn meer gemeentes die dat doen. Als ze failliet gaan, dan is dit ook het deel waar wij dan natuurlijk sowieso bij al onze inwoners, ook als de GKB in Assen nu failliet gaat, dan zullen wij meteen ingrijpen en dan zullen we daar vervanging voor vinden. Dat zullen we sowieso moeten doen. Dus wat dat betreft, er zijn wel allerlei normen en codes voor schuldhulpverleningsaanbieders. En natuurlijk gaan wij alleen maar in zee met degene die voldoende kwaliteit bieden en aan al dat soort branche-eigen normen voldoen. Toch wil ik niet verbazen, want het GKB valt wel te degen onder het ministerie. Onder toezicht. En een particulier kredietverlener niet. Dus er zit wel te degen verschil in. Ik vind dat u daar heel handig over inbalst. Ik heb de neiging bijna om dank u wel te zeggen, maar ik denk niet dat dat is wat u bedoelde. Maar ik kan alleen maar zeggen dat we zullen alleen maar met bona fide, betrouwbare bedrijven in zee gaan. Dat is ook waarom we zoveel mogelijk keus willen hebben in die aanbesteding. Want als we dit deel eruit halen, dan is het voor een aantal grotere ook misschien niet rendabel of interessant genoeg. We zijn natuurlijk niet een stad als Almelo of als Amsterdam met heel veel dossiers.
Maar sowieso zullen we absoluut ervan uitgaan en dat zullen we ook eisen dat ze aan al dat soort codes voldoen. En we houden dat vanzelfsprekend heel goed in de gaten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk. Hamerstuk. Mooi. Dan zijn we bij punt 9. Dat is de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Meneer Jager, ga uw gang. Ja, het is inmiddels alweer wat later geworden en een lange avond geweest. Maar ik zou toch weer graag teruggaan naar het begin van de oriënterende ronde. Waarin meneer Vos heeft ingesproken rond multidisciplinaire crisisteams. Ik zou graag het antwoord op een verzoek van meneer willen krijgen van het college. En dat hoeft niet nu in stand te beter, dat kan ook schriftelijk. Dank u wel. Ik kijk even achter mij, maar ik... Hij doet het. Ja. Allereerst, het is niet goed denk ik in een zaalraad zoals deze in te gaan op individuele casuïstiek. Dus daar blijf ik even buiten. Het gaat even om de algemene vraag. Ben je als gemeente geëquipeerd voor crisissituaties als deze? En daar is het antwoord eigenlijk ja op. Niet misschien van omvang zoals de heer De Vos dat wil. De heer De Vos dat wil, maar wel op een aantal andere terreinen. In situaties als deze, die zeg maar abstract ook geschetst werd, wordt er een MDO, een multidisciplinair overleg, opgestart. Waarbij belangrijke hulpverleners aanwezig zijn. Dan praat je over politie, ambtenaren openbare orde en veiligheid, de procesregisseurs en het veiligheidshuis. Samen doen, zoals je weet, team verwarden of personen met verward gedrag. En daar waar dat nodig is, sluiten anderen aan. Dus die situatie is zeker, is dat een 24-7, hangt een beetje af van de situatie wat zich voordoet. Als er aanleiding is, dan kan je natuurlijk operationeel ingrijpen met allerlei diensten die daarvoor ter beschikking staan. Dank u wel. Dank u wel. Als er verder niets meer is voor de rondvraag, en dat lijkt het geval te zijn, dan sluit ik bij deze vergadering. Dank ik u hartelijk voor uw aandacht en inbreng.